Een hele goede avond allemaal. Welkom op dit lijsttrekkersdebat 2022 gemeenteraadsverkiezingen Voorschoten. Deze avond, wil ik eerst even melden, wordt mogelijk gemaakt door de Voorschotense Krant, Sleutelstad TV en de ondernemersvereniging Voorschoten. En ik wil ieder geval... U bent eigenlijk iets te vroeg, want ik wilde eigenlijk een applausje vragen voor degenen die echt het werk hebben gedaan hier zo, om dit allemaal ontzettend professioneel in elkaar te steken. Dus applausje daarvoor graag gestuurd. Nou, u ziet het, de gladiatoren die staan al klaar in de arena. En ik hoop dat ze de nodige informatie kunnen verstrekken voor degenen die nog niet weten wat ze op 16 maart aanstaande in het vakje moeten aankruisen. Ik ga in ieder geval dat gevecht niet leiden. Dat lijkt me een heel slecht idee. Maar daarvoor hebben we een specialist ingehuurd. En daar wil ik graag het woord aan geven. Dat is Lieve van Sloten. Ik weet niet waar die is. Ja, juist. Achter je. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Maak een mooie avond. Dankjewel. Neem de microfoon mee. Goedenavond allemaal, hier vanuit het Cultureel Centrum. Toen wij dit debat gingen organiseren, hadden we dat ook niet verwacht, dat we het hier fysiek zouden kunnen organiseren. En dan bedoel ik niet eens de coronasituatie. Cultuurhuis natuurlijk, daar gaan we zo meteen ook nog over spreken. We hebben vijf stellingen zelfs. Cultuur, daar beginnen we mee. We gaan het hebben over het centrum. Wonen komt aan bod. Ondernemen, want ja, ook de ondernemersvereniging is betrokken bij dit debat. Dus ook ondernemen komt aan bod. En gemeentelijke samenwerking, nou, dat zijn de vijf onderwerpen. Die stellingen die introduceren we steeds aan de hand van een kort filmpje. Dan komen er twee partijen tegenover elkaar. Die krijgen 7 minuten de tijd. We hebben hier een klok, die loopt mee. En als die klok om is, dan is het ook tijd. Zin afmaken, punt zetten en dan gaan we door. Vervolgens 4 minuten de tijd voor de andere partijen, die mogen dan meedoen. En dan is er nog 3 minuten de tijd voor vragen uit de zaal. Dus nou, we hebben straks Jasper rondlopen en die zal jullie dan bedienen. Andere onderdelen in het programma vanavond is een pitch. Ronde Ambachts en Baljuhuis, pauze en natuurlijk een quiz, vandaar ook de vellen op jullie tafel. Er zijn prijzen mee te winnen, begreep ik. Nou, het doel van de avond is natuurlijk informeren, zodat jullie een goede stemkeuze kunnen gaan maken. Dat stemrecht kunnen gebruiken op die 16e maart. En dat is denk ik wel, zeker op zo'n dag als vandaag, hè, als we allemaal aandacht hebben voor de situatie in Oekraïne, is dat natuurlijk iets moois. Dus nou, in die zin is dit debat past daar goed in. Nog één ding, huishoudelijke mededeling voor degenen die er vanavond niet bij zijn. Dinsdagavond wordt dit ook uitgezonden op Sleutelstad TV en ook op YouTube ieder moment zelf terug te kijken. Nou, we gaan eerst eventjes beginnen met een klein introductiefilmpje. Even kijken. Weet u wel op welke partij u gaat stemmen? Jazeker. Nog niet helemaal. In ieder geval een wat linkse partij. Jazeker. Ken je de lokale politici? De partijen wel. De politici van gezicht, uit de krant bijvoorbeeld. Nou, niet echt. Nee. Volgt u de raadsvergaderingen een beetje? Ook niet. Nee, helaas. Ja, enigszins. Maar altijd ook via de krant en de lokale media. Nee, ook niet. En heeft dat ook bijgedragen aan je keus? Ja, dat denk ik wel. Omdat je toch landelijk vaak ziet dat je op een bepaalde partij stemt die misschien lokaal gezien minder relevant is. En dan merk je toch dat misschien lokale partijen weer net een ander oog hebben op de lokale problematiek of de kansen. Dus dat is voor mij zeker belangrijk. Vraag aan de zaal. Zullen we doen geel weet het al, blauw weet het nog niet. Wie zweeft er nog? Dus blauw... Geel niet, blauw wel. Ik zie veel gele kaarten. Even vragen, wie had er een gele omhoog? Jasper, misschien kun je eventjes naar iemand die met een gele kaart. Wie had er een gele kaart? Ik zag net heel veel gele kaarten hier voorin. Ja, nu durft niemand er meer op te steken natuurlijk. Ja, eventjes vragen. U weet het al? Vragen? Of je al weet wat je gaat stemmen? Ja. Ja, en dat wordt? CDA. CDA, oké. Is dat de CDA-hoek? Of? Nee, niet eens. Iemand die nog niet weet wat hij gaat stemmen? Ook nog eventjes. Kijk, hier komt een blauwe kaart omhoog. Dat is even dichtbij voor Jasper, dat is misschien wel lekker.
Je weet het nog niet? Nee, ik kom hier om mezelf te laten informeren. Ja, en twijfel je dan tussen twee partijen of heel breed nog? Ik ben superbreed. Gewoon wat super, dat super zweven. Ik ben heel open voor informatie. Okay. Ja. Nou, in ieder geval één stem te winnen hier voor de lijsttrekkers. We gaan ze even voorstellen. We hebben hier links Paul de Bruin. Je bent ook wethouder. Wel twee petten op vanavond, of is dat niet zo lastig voor jou? Staat hij aan? Oh ja. Nou, eigenlijk vanavond is het helemaal niet lastig, want ik sta hier als lijsttrekker voor de VVD. Dus heel duidelijk die pet op. Ja, ik zag je trouwens gisteravond, groente en fruit uitdelen bij de Voorschotenloop. Was dat dan zeg maar een excuus zodat je hem niet zelf hoefde te lopen? Nou, om heel eerlijk te zijn, het is wel bij ons door de app heen gegaan. En ik zei, nou, ik ben echt totaal niet getraind genoeg om hem te lopen. Dus misschien ergens wel, maar we vonden het ook gewoon ontzettend leuk om te helpen. Het is natuurlijk een heel mooi evenement wat we hebben in ons dorp. Oké, dankjewel Paul de Bruin van de VVD. René Zoetemelk, CDA. Ik heb hier staan, 1982 was jij al betrokken bij het CDA, dat is 40 jaar. Jouw partner, ook al lang betrokken bij de partijen, zat ook in de Voorschotersraad tot 2000. Haar opa heeft na de oorlog ook in de raad gezeten. Feiten allemaal op orde, maar ik vroeg me dan vooral af, waar gaat het over tijdens het kerstdiner? Nou, over het prachtige dorp wat we samen gecreëerd hebben. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we toch trots kunnen zijn op wat we gedaan hebben die jaren. En het is inderdaad bijna een familiestuk aan het worden. Maar ik denk dat we met één doel dat hebben gedaan, en dat is Voorschoten. Ja. Even goed om te weten, de OVV, de ondernemersvereniging, heeft ook een matrix gemaakt waarbij de partijprogramma's langs de wensen van de OVV worden gelegd. Het CDA scoort het beste in 8,5. Nou, dat wordt een makkelijk avondje. Nou ja, dat zal niet. Ik ken mijn tegenstanders. Ik weet dat ze heel, heel goed kunnen debatteren. En nogmaals, ik zal mijn best doen om die plek te houden. Oké, René Zoetemelk van het CDA. Gaan we naar Adriaan Andringa van D66. Onlangs weer vader geworden van een zoon, Robert. Klopt. Ik weet dat je de raadsvergaderingen soms wel eens met babyfoon naast je laptop hebt gevolgd. Heb je hem nu ook weer bij je? Nee, ik heb nu de babyfoon niet bij me. Maar bij de laatste raadsvergadering gaf ik hem inderdaad zelfs een flesje, geloof ik, tijdens de vergadering. Dat klopt. Ik zie al waar jouw focus ligt dan. Of? Nou ja, dat heet multitasken. Dat kan je leren naar het schijnt. Okay, wordt er vanavond ook gemultitaskt? Nou, vanavond gelukkig niet. Vanavond kan ik me hier op dit debat richten. Maar het is wel een goede reminder waarom je het doet, hoor, op dat soort momenten. Ja. Ja. Adriaan Andringa, D66. Als we het over baby's hebben, misschien een beetje een bruggetje naar Arnold Postuma. De jongste, of in ieder geval het nieuwe gezicht het nieuwe van gezicht. De groep, en, laten we het zo zeggen. Voor de rest allemaal vertrouwde gezichten hier. Precies, ja. Hoe ga je vandaag je mannetje staan? Nou, dat is heel makkelijk. Ik ben wie ik ben en dat gaat helemaal goed komen. Jullie trouwens, een 3,5 in de matrix. Een 3,5, ja, dat was niet goed. En ik heb nog even gecheckt hoe dat dan precies komt. En in mijn beleving hebben wij een keurig programma gemaakt waarin wij verschillende belangen hebben afgewogen. En dit is wat eruit is gekomen. Oké. Okay. Arnold Postuma van de PvdA. Albert Deuzeman van GroenLinks, fractievoorzitter daar. Een GroenLinkser die bij Shell werkt, dat moet je toch even uitleggen. Ja, nee, het is wel goed dat je er een keer naar vraagt, want hè, net zoals iedereen hier, ik vertegenwoordig natuurlijk niet mijn werkgever, maar daardoor komt het ook nooit te sprake. Nee, ik heb een hele technische achtergrond en ik kon op een gegeven moment daar aan de slag op de onderzoeksafdeling. Ik heb er natuurlijk wel over na moeten denken. Toen dacht ik ook van ja, dit is een plek waar ik mijn kennis, mijn capaciteit in kan zetten op de plek waar de energietransitie uiteindelijk gebeuren moet. En als je dan de keuze hebt tussen daadwerkelijk onderdeel zijn van de oplossing of aan de zijkant en staan en steeds boer roepen, ja, daar begin ik niet aan. En wat dat betreft, dat is ook de insteek van GroenLinks Voorschoten, dus volgens mij zit ik hier gewoon op mijn plek. Kijk eens, het eerste politieke punt wordt al gemaakt. Ja. Albert Deuzeman, GroenLinks. Gaan we naar de SP, Erik Maassen. Jij hebt heel veel hobby's en dingen die je doet in je vrije tijd. Klopt. Maar onder meer middeleeuws verhalenverteller. Ja, dat klopt. Welke verhalen ga je vanavond vertellen? Ja, deze keer niet over Karel en de Elegast of het Roelandslied, maar de verhalen over hoe we Voorschoten anders en eerlijker kunnen besturen. Het wordt een zware avond, denk ik, voor jou, gezien de stand in de matrix, want jullie krijgen een 1. Oh, de vorige keer had ik negatief, dus dat valt er wel mee dan. Maar wij zijn wel de enige partij die een ondernemer verkiesbaar op de lijst hebben staan. Okay. Erik Maassen van de SP. Martine Zoon, er zijn allemaal lijsttrekkers hier op het podium. Ja. Jouw lijsttrekker Marleen Persoon
is in de zaal en niet Zeker. Op het podium. Dat moet je toch even uitleggen. Ja, nou ja, wij zijn een inclusieve en diverse partij. En dat willen we ook uitstralen. Ik bedoel, er zitten niet alleen maar lijsttrekkers in de raad. Dus, ja, ook als het gaat om het lijsttrekkersdebat? Ja, ze heten allemaal het lijsttrekkersdebat. Dus het is niet alleen deze. De andere waren ook lijsttrekkersdebatten. Dus, dus Marleen heeft ook andere debatten gedaan? Nee, we doen allemaal een debat. Dus vorige keer was het Wouter, nou, die keer ervoor ook toevallig Wouter. En de volgende keer is Geert Jander. Oké. Nou Martine, Martine Zuin van Voorschoten Lokaal. Dan gaan we naar de eerste stelling. Eventjes het nieuwe cultuurhuis. En deze stelling leiden we ook weer in met een kort filmpje. Je zult wel gehoord hebben de multifunctionele accommodatie, cultuurhuis of hoe we het willen noemen. Daar is nogal over discussie over. Die moet er komen? Nou, ik vind het belangrijk dat er wel plek is voor cultuur. Maar de vorm is natuurlijk altijd een discussie. Zeker, ik vind zeker dat hier een zo'n centrum moet zijn in Voorschoten. Nou is het natuurlijk altijd lastig in een klein dorp dat je het niet al te versnipperd wil hebben. Dus ik ben zeker voor dat het in ieder geval centraal georganiseerd moet worden. Of dat op één plek moet, weet ik niet. Zo'n plek voor nieuwbouw, denk ik bij mezelf, kan je beter besteden. En ook financiën om zoiets te ontwikkelen voor de jeugd. Jazeker, heel belangrijk voor een dorp dat er een goed cultureel centrum is. Ja. En waar moet dat dan komen? Daar heb ik wel een specifieke mening over. Ik heb altijd gedacht dat we het op de plek van de kerk, verkochte kerk zouden doen. Dat leek mij een fantastische locatie tegenover het gemeentehuis. Het kruispunt, yes. Oké, de stelling is, Voorschoten moet de komende raadsperiode eindelijk een nieuw cultuurhuis bouwen op de plek van de bibliotheek. We gaan debatteren, GroenLinks en het CDA. GroenLinks, eens of oneens? Nou, het zal jullie niet verbazen dat GroenLinks het hier hartstikke mee eens is natuurlijk. Eens. En René Zoetemelk, CDA? Ja, ik ben eigenlijk met het één woord het eens, dus eindelijk. Eindelijk. Laten we toch even beginnen. Waarom, Albert, zijn jullie het ermee eens? Nou, in de vorige collegeperiode is al besloten dat het cultureel centrum, zoals het hier nu staat, dat het uiteindelijk dicht moet. En er was toen al achterstallig onderhoud. Het is nu met kunst en vliegwerk nog steeds open. Hè. Je zei al, het is een beetje verbazingwekkend. Het komt trouwens ook door de fantastische vrijwilligers van het filmtheater. Die krijgen echt heel veel waardering voor. Maar dit gaat niet heel goed. En we hebben nu al 15 jaar gepraat over een alternatief hiervoor. Er zijn ook even zoveel plannen zo'n beetje geweest. Net werd Kruispunt genoemd. Ja, die is ook al 5 keer genoemd. Elke keer bleek dat het te duur, te ingewikkeld, te klein was. We hebben 1 plan gehad, ontwikkeld door het filmtheater en de bibliotheek zelf, dat uiteindelijk er wel aan voldeed. En wat ons betreft is na 15 jaar wel een keer genoeg. We moeten de verenigingen die hier nu zitten een vooruitzicht bieden en eindelijk een keer een besluit nemen. Wat ons betreft had het in de afgelopen periode moeten gebeuren, maar laten we het in ieder geval de komende periode zo snel mogelijk doen. Ja, dat is dus niet gebeurd de afgelopen periode, mede omdat jullie van het CDA René tegen hebben gestemd. Nou, niet alleen wij van het CDA, maar ook binnen de coalitie was er geen overeenstemming en er had een meerderheid kunnen zijn. En dan had het inderdaad binnen 4 jaar kunnen regelen. Maar dat is niet gelukt. Dus ik ben altijd steeds benieuwd waarom hebben we dat binnen de coalitie niet kunnen regelen. Ja, maar waarom waren jullie tegen? Wij zijn tegen omdat wij vinden dat een cultuurhuis in het kader van het haltemodel binnen het centrum aan een van de punten van het centrum moet liggen. En in dit geval denken wij aan het Kruispuntkerk. Er is ook een burgerinitiatief geweest. En dat burgerinitiatief heeft dan een uitgebreid onderzoek gedaan met een aantal deskundigen erin. En die hebben gezegd van nou het kan wel. We horen nu de hele tijd dat het niet kan, maar het kan wel. Een belangrijk gegeven is ook dat op dit moment alle gemeentelijke huisvestingen moeten gaan verduurzamen. Dat gaat veel geld kosten. En de vraag is dus, moet je dan inderdaad het oplossen binnen een suboptimale oplossing of ga je een optimale oplossing? En wij denken dat de optimale oplossing op het kruispuntlocatie ligt. Ja, Albert, het kan wel op het kruispunt hoor ik hier. Ja, daar hebben we ook uitgebreid naar gekeken natuurlijk. Dat burgerinitiatief is er gekomen. Dat was heel goed, want er lag eindelijk een concreet alternatief voorstel waar we naar konden kijken. We hebben ook een uitgebreide tijd voor genomen, 1.5 jaar. En dat bleek uiteindelijk gewoon niet te kunnen, want dat betekent de sloop van de Kruispuntkerk. En dat kan niet. Bovendien is het dan nog steeds te klein. Wat ik wel een beetje jammer vind, hè, want het CDA, en dit kennen we gewoon als een hele constructieve partij. We hebben hartstikke goed samen kunnen werken op het gebied van het zwembad. Maar juist op dit punt, aan het eind van die periode, wordt nu gezegd waarom kon het niet geregeld worden in de coalitie. Nou, er had inderdaad een besluit genomen kunnen worden. Wat ons betreft een ja, maar het had ook een nee kunnen zijn. En als inderdaad het voorstel was, we doen het toch bij het kruispunt, dan hadden we daarvoor kunnen stemmen. Waar ik zo'n beetje verdrietig van word, is dat er uiteindelijk een voorstel lag om het nog maar weer een keer vooruit te schuiven.
En daar vind ik het toch wel een klein beetje gemakkelijk van het CDA om te zeggen van ja, dat had de coalitie maar moeten regelen. Want jullie hadden ook niet op dat amendement kunnen gaan staan. En dan was er een besluit gekomen, linksom of rechtsom. Dat was het enige waar wij om vroegen die avond. Ik vind het wel een beetje jammer dat jullie het daar zo laten afweten. Je hebt evenveel zetels gehad als wij, maar jullie hebben toch die verantwoordelijkheid niet willen nemen. Nou ja, ik denk dat er een burgerinitiatief ligt waarvan de mensen uit dat burgerinitiatief zeggen, we hebben niet genoeg kans gehad om het nog uit te leggen. En wij willen nog inderdaad het burgerinitiatief een kans geven om dat nog een keer uit te leggen. Wij hebben op zich, hè, nogmaals, wij zeggen nu ook van het moet in ieder geval, de komend jaar moet er een besluit vallen, want het duurt gewoon veel te lang. Overigens is het cultureel centrum besluit hebben genomen in 2017 bij het financiële probleem. Toen hebben we gezegd het cultureel centrum moet sluiten. Toen is de noodzaak opnieuw gekomen. Kijk, vroeger hadden we het wel eens over de Stoper aan de Vliet. Dat werd een gigantisch gebouw op een plek in het centrum waarvan we allemaal zeiden dat is de vuur. De situatie is veranderd. De situatie is zo dat we heel veel panden moeten gaan verduurzamen. En dat verduurzamen gaat veel geld kosten. Het verbouwen van de BIEB, ik zeg het, dat is het verbouwen van de BIEB. Dat betekent dus dat je in feite iets gaat herstellen wat 20 jaar meegaat in afschrijving. Terwijl in nieuwbouw kun je voor 40 jaar neerzetten en gelijk volledig duurzaam maken. Ja, om er nou boekhoudkundige trucjes te gaan doen. Ik denk dat we daar in Voorschoten een beetje mee uit moeten kijken. Precies om de situatie die we in 2017 gezien hebben. Maar natuurlijk zouden we in het plan dat er nu lag ook de bibliotheek verduurzamen. Het is een definitieve oplossing voor zowel de bibliotheek als het cultureel centrum. En wat dat betreft vind ik toch wel jammer dat we daar nu niet die stap in hebben kunnen doen. Inderdaad, in het verleden was er alleen maar luchtfietserij voor hele grote plannen. En die zijn dus allemaal op niets uitgelopen. En het jammere vind ik dat je dan op een gegeven moment toch kunt concluderen dat we nu dan moeten aanpakken wat we wel kunnen doen, in plaats van steeds te blijven dromen over groter en beter. Bovendien vind ik het wat moeizaam, want er werd net verwezen naar het Haltermodel, dat we steeds verwijzen naar die plek in het centrum. Iets over zeggen, want het Kuipersgenootschap die heeft al gezegd, ja, als die Kruispuntkerk gesloopt wordt, dan gaan wij daar bezwaar tegen maken. CDA, jullie zijn daar niet bang voor dan? Nou, het punt is dat we ook geconfronteerd worden bij de Moedergodskerk met Kuipergenootschap op meer plekken. En die is ook niet gesloopt? Die is ook niet gesloopt. Dus het punt is gewoon, daar moet je dus wel stelling in nemen als gemeente. En daar kun je ook inderdaad een stelling in nemen. Dan kun je ook zeggen van, we doen het wel. Dat kan. Dat is geen enkel probleem. Ja, maar goed, maar kom je dan niet dat, in allerlei... Nou ja, het punt is, je zal hele goede argumenten moeten hebben. En soms is het belangrijk om inderdaad een beslissing te nemen die zo'n monument inderdaad weg zou kunnen laten. Ja. Het is op zich nogmaals, het is een kerk. Voor het CDA is natuurlijk ook een belangrijk punt. Dus geloof me, het is een punt waar we heel diep over nadenken. Ja, het is niet alleen een kerk, het is een gezichtsbepalend monument in Voorschoten. En dat klopt, je kunt proberen te slopen, daar hebben we het ook over gehad. En dat ging in ieder geval 5 jaar duren. En er werd ons verteld vanuit het erfgoed, je hebt geen schijn van kans. Want er ligt een heel goed alternatief plan, namelijk bij de bibliotheek. En als er een alternatief plan is, dan krijg je geen toestemming om een monument af te breken. Zo werkt het met monumentenzorg. En wat dat betreft vind ik het ook wel jammer, want we gaan het dus ook, als we daar inderdaad op aan gaan sturen, dan gaan we ook het komend jaar geen besluit nemen. Sterker nog, dan gaan we de hele komende collegeperiode nog geen besluit nemen. En dat gaat uiteindelijk gewoon betekenen dat al die verenigingen die hier nu nog wel een thuis hebben, die nu nog iets kunnen, straks gewoon in één keer op straat staan. Ja. En ik vind dat het niet uit te leggen is als wij straks als gemeenteraad niks geregeld hebben, omdat wij niet tot een besluit konden komen. Ik geef het laatste woord aan René. Nou, als ik kijk naar het Voorschoten moeten plaatsen van de cultuurvereniging, het cultureel centrum staat voorlopig nog wel even. De bouwplannen die zijn er nog niet. Voordat die bouwplannen daar zijn ontwikkeld, zijn we ook weer 5 jaar verder. Dus we hebben voorlopig nog even de tijd om daar in ieder geval organisaties en verenigingen onder te brengen. En nogmaals, het plan van de burgerinitiatief krijgt nog een nieuwe kans. Daar gaan we naar kijken. En ook het CDA staat voor een beslissing dit jaar. En of die nou inderdaad op onze locatie of op de andere locatie is, als de discussie is voorbij is en we zijn eruit en er is een meerderheid voor een bepaalde locatie, dan accepteren we dat. Oké, we gaan de vloer eventjes wat verruimen. De andere partijen mogen ook meedoen. Dan kijk ik natuurlijk eerst naar de kleinere partijen. SP als eerste hand omhoog. Ja, Erik Maassen. Ja, ik vind toch dat het CDA hier een beetje mensen iets voorspiegelt. Een luchtkasteel voorspiegelt. Want wat René Soetemelk hier zegt, dat kan gewoon niet. Albert Huisman heeft het net uitgelegd. Als je geen alternatief hebt voor het slopen van, of als je het monument wil slopen, maar er had ook iets anders gekund, dan krijg je daar geen toestemming voor. En als je dus nu tegen al die verenigingen zegt, ach, we laten jullie nog 5 jaar aan een lijntje hangen, en dan uiteindelijk blijkt dat onze oplossing niet werkt, dan heb je de reputatie van de Voorschotse politiek als besluiteloos, die heb je dan helemaal bevestigd en dan kom je nooit meer vanaf. Er moet nu een besluit worden genomen, niet alleen een besluit, maar ook een realistisch besluit. Je wil dat de verenigingen gewoon een plek hebben om te doen waar ze goed in zijn. Culturele voorstellingen.
educatie voor de kinderen, muzieklessen, toneellessen, danslessen. Dat is wat die verenigingen willen doen. Dat is waar ze goed in zijn en daar hebben ze een plek voor nodig. Dan moet je ze niet nog jarenlang aan een lijntje laten hangen. Want er komt ooit een mooie plek die dan nooit komt. Ja. Ze hebben nu iets nodig. René? Ik heb nog een reactie erop. Ik heb net al duidelijk gezegd dat we ook dit jaar een besluit willen laten vallen. Waar die ook heen valt, of de BIEB is, of de kruismiddellocatie, of een andere locatie in het centrum, daar kunnen we ook nog over praten. Als er een meerderheid is in de raad die zegt we hebben een locatie gevonden, dan hebben we een besluit genomen. Maar als dat, besluit een locatie is die niet realistisch is omdat de Raad van State het gaat verbieden, dan heb je dus eigenlijk geen besluit genomen. Dat is mijn punt. Ik zag Adriaan Andringa ook al met zijn hand omhoog heel vroeg. Ja, dat klopt. Dankjewel. Ja, René zei iets interessants, want hij zei, we willen dit jaar een besluit nemen, maar hij zei ook, het is wel een kerk, die Kruisbeeldkerk, en daar gaan we nog eens goed over nadenken. En dat zijn de gevleugelde woorden, daar gaan we nog eens goed over nadenken, want 15 jaar lang bespreken we dit onderwerp. In die 15 jaar zijn er 14 plannen besproken. 10 daarvan gingen over de Kruispuntkerk. En in al die 10 plannen kwam er elke keer naar voren dat het oppervlakte van de grond daar niet groot genoeg is om de functie van de bibliotheek neer te zetten. Dus dan kunnen we nog wel weer eens een keer goed gaan nadenken. We kunnen nog 15 jaar goed gaan nadenken. Maar daarmee gebeurt er uiteindelijk niets. We weten al na 10 studies dat de Kruispuntkerk als locatie niet en een cultureel centrum en een bibliotheek op één plek kan huisvesten. Voordat het 3-1 wordt, andere partijen hebben ook tegengestemd. Martine Zoon van Voorschoten Lokaal. Hoe sta jij in deze discussie? Hoe staan jullie in deze discussie? Nou ja, wat ons betreft staat hierin gewoon nog alles open. En ik wil daarin wel René bijvallen, want we staan hier gewoon in het cultureel centrum. En dit kan gewoon open blijven. En totdat er een alternatief is. En wat ik net hier André ga horen zeggen, ja, wij in de raad moeten besluiten. Maar het zijn niet alleen de 21 raadsleden. Hè? Het gaat natuurlijk om de mensen die gebruik maken van het cultureel centrum. En hebben we het over de BIEB met een hoekje cultuur, of hebben we het over een volwaardig cultureel centrum? Het plan wat er nu ligt is gewoon niet een volwaardig cultureel centrum. He, dat is echt de BIEB met een hoekje cultuur. Er zijn een groep mensen die daar gewoon hun plek niet in kunnen vinden. Ja. En wij zijn het er mee eens. Wij willen er inderdaad best geld voor uittrekken, maar dan moet het wel een voldragen plan zijn. Okay. Arnold Postuma. Arnold Postuma, PvdA. Nou ja, wij als Partij van de Arbeid zijn erg voor cultuur en willen ook graag investeren in cultuur. We hebben ook eerlijk gezegd van als het meer moet kosten, dan moet het ook meer kosten. Alleen het plan wat we krijgen, moet ook voldragen zijn. Daar ben ik het ook wel met Martine eens. Er waren gewoon 2 belangrijke punten die lastig waren. 1. Het filmtheater had best wel moeite om een goede plek daar te krijgen. De ruimte was eigenlijk beperkt. En 2. Het andere punt wat heel belangrijk was, is dat verschillende culturele verenigingen die graag erin wilden gaan zitten, niet allemaal even goed gehoord zijn. Dat planproces is niet helemaal goed gegaan. En ik vind eigenlijk dat we daar goed na moeten kijken voor een volgende stap te zetten. Okay, even heel kort, het laatste woord dan voor Albert Deuzeman. Ja, met nog de klok. Het plan kwam bij het filmtheater vandaan oorspronkelijk. Maar ik moet ook zeggen, ik schrik er wel een beetje van als ik hoor, alles staat nog open. Ik hoor dan nog weer 15 jaar discussie over niks. Oké. Dank jullie wel voor deze ronde. In het verdomme hoekje, denk ik. Okay, je komt uitgebreid aan het woord in nog 2 stellingen. We gaan nu even naar de zaal. We gaan naar jullie. Jasper loopt rond met de microfoon. Wie heeft een vraag aan één van deze politici over dit onderwerp, het cultuurgebouw? Kijk, daar gaat al iemand staan. Eventjes kort, kun je jezelf heel even voorstellen? Ik ben René Hooijdonk, behoorlijk actief in de sfeer van de bibliotheek en de multifunctionele accommodatie. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat is nou de reden geweest dat het coalitieakkoord van de afgelopen periode uiteindelijk niet is uitgevoerd? Oké, simpele vraag. Wie wenst die band te antwoorden? Ik denk een van de coalitiepartijen, Paul de Bruin, je hebt het woord nog niet gehad. Oh, yes. Nou ja, dan pak ik in ieder geval eventjes de kans om inderdaad het woord te nemen. En ik ga ook heel eerlijk zijn, want in eerste instantie vonden wij als VVD ook, dan noem ik het eventjes het dichterbij centrum, een aantrekkelijker idee. En misschien ook wel die Kruispuntkerk. Alleen wij hebben inmiddels wel gemerkt, die Kruispuntkerk is geen optie. Ja. Op dit moment is het plan dat er nu ligt in de bibliotheek, is eigenlijk het beste plan dat er is. En wat ik wil, wat ik wil uitleggen, want daar hoor ik eigenlijk niemand over. Waarom jullie tegen dat plan dan hebben gestemd? Ja, wij hebben dus niet tegen het plan gestemd, want het plan vinden wij een goed plan. Maar tegen aanpassing van het plan. Ja, precies. Maar wat dus het punt is, wij hebben van tevoren met z'n allen een bepaalde prijs afgestemd. Nu merken we dat het plan eigenlijk veel duurder is dan wat we van tevoren met elkaar hebben afgesproken.
dan willen wij als VVD, want wij weten dat er in onze gemeente nog veel meer moet gebeuren. Minder sexy dingen zoals riolen, wegen. We hebben heel hard nieuwe lantaarnpalen nodig, bijvoorbeeld in het centrum. Dan willen wij dat wel eventjes naast elkaar leggen. Ontzettend goed plan. We willen echt wat doen voor de cultuur. Maar er zijn nog heel veel andere investeringen die we moeten doen. En we hebben maar een kleine portemonnee. Okay. En daarom willen wij nog eventjes extra kijken, het naast elkaar leggen. Betekent niet dat wij het een slecht plan vinden. Oké, we hebben ook nog maar korte tijd. Nog een vraag uit de zaal. Eerst even een applaus. Is er nog iemand die wat wil vragen vanuit de zaal? Kijk eventjes door de lampen heen. De achterin. Oh, Jasper, er wordt doorlopen. Kijk. Heeft hij ook de voorschotenloop gedaan? Ja, goeiedag. Mijn naam is Marjolein Eshuis en ik schrijf elke maand een column in de Voorschotense krant. Ik heb een vraag aan de coalitiepartijen. Ik wilde aan jullie voorleggen, hoe kijken jullie erop terug op het proces? De afgelopen periode hebben inderdaad heel veel plannen voorgelegen. Maar we weten ook van de Cultuurfabriek dat een aantal van die organisaties zich onvoldoende betrokken heeft gevoeld bij de organisatie van dit dossier. En daar zit denk ik het pijnpunt. Niet uiteindelijk wat het gaat worden, maar het proces ernaartoe is mijns inziens onvoldoende goed verlopen, omdat niet iedereen op gelijke voet heeft kunnen meepraten. Ik zou graag van de D66, GroenLinks en VVD hier een reactie op willen. Ja, VVD hebben we net gehoord. Dankjewel voor je vraag. Dus een van deze twee partijen, Adriaan Andergraaf, voel jij je geroepen? Ja hoor, natuurlijk. Het is altijd goed als raadsleden en burgercommissieleden in zo'n debat ook het raadsdebat nog een keer over willen doen. Nee, wat voor ons heel belangrijk is, uiteindelijk... Nou, even voor de helderheid, Marjolein, commissielid van de PvdA, ja. Ja, ik had al van tevoren gezegd, Liewe, misschien moeten we proberen als raadsleden om terughoudend te zijn om de raadsdebatten tijdens de lijsttrekkersdebatten over. Dat gaan we ook helemaal niet doen, dus kort antwoord op de vraag. Maar heel simpel antwoord op de vraag. Natuurlijk moeten we ze goed betrekken. Wat ik heel goed vind aan wat de bibliotheek en het filmtheater hebben gedaan, is ook met al die organisaties om de tafel te gaan. Het was een initiatief vanuit die initiatiefnemers. Ze hebben erbij gezeten. We hebben uiteindelijk ook bij dat initiatief hebben een lijst van, ik geloof, 10, 15, 20 organisaties erbij gekregen die allemaal zich al gecommitteerd hadden aan dat plan. En dat is ook een van de redenen waarom wij het zo volmondig konden ondersteunen. Oké, dankjewel. En dankjewel allemaal voor deze ronde. Het eerste onderwerp zit erop. We gaan naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk een pitch. Dan doen we hem nog heel even terug. Ja, want Jasper is er zo. Het slotwoord, ja. Heeft u enig idee hoe de omwonenden van de bibliotheek over dat plan denken? Ik kan me voorstellen dat ik daar niet zo blij mee zijn als daar een cultureel centrum komt. Oké, de omwonenden en hoe ze denken over het cultureel centrum. Aan wie is deze vraag gesteld? In het algemeen. Ja, noem maar eventjes iemand, anders moet ik het doen. Wie wil de antwoorden? Die meneer van de PvdA. Erik Maas biedt zich aan, SP. Ik weet uit het plan van de bibliotheek dat ze dat besproken hebben met de omwonenden. En dat ze eigenlijk zelf aangeven dat ze ook met de omwonenden naar parkeeroplossingen hebben gezocht. De nummer 4 op mijn lijst is trouwens de achterbuurman van de bibliotheek. En die dacht in eerste instantie ook even van, nou, dat is wel heel vervelend, zo'n grote zaal in mijn achtertuin. Maar toen hij het plan beter had bekeken, bleek dat het eigenlijk best wel meeviel. Oké, dat is het slotwoord dan voor dit onderwerp. Dit was de ronde cultuur. Dan gaan we door naar de eerste pitch van de avond. Ik zei het al, alle partijen krijgen 1 minuut de vloer. Kunnen zij pitchen? Misschien is dat wel leuk als dat vanuit de losse handcamera of handmicrofoon gebeurt. Die hebben we hier ook nog. En dan kun je helemaal naar voren staan. De vloer is letterlijk van jou. 1 minuut. Ja, dankjewel. Nee, ik zal geen mic drop doen. Dankjewel. Ja, mijn naam is Adriaan Andringa. Ik ben lijsttrekker van D66. En we hadden net een interessant debat. En dat ging natuurlijk over het cultureel centrum. Maar het ging eigenlijk over de besluiteloosheid van de gemeenteraad. En ik zal eerlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar heb ik me daar best een beetje over verbaasd. Als het ging over het cultureel centrum, als het ging over riolering, als het ging over afval, als het ging over het ambachts- en baljaarhuis. Hebben wij als gemeenteraad nog best wel de neiging om als besluiten moeilijk worden, als er misschien weerstand zou kunnen ontstaan, als er iemand kritisch is, om de besluiten voor ons uit te schuiven. Of opnieuw terug naar de tekentafel nadat er al een besluit genomen is. En dat is ook eigenlijk mijn belangrijkste boodschap voor vanavond. U gaat vanavond een heleboel interessante plannen horen en dat is heel goed, en daarvoor zijn deze verkiezingen ook. Maar die plannen die komen alleen maar van de grond als we ook als politici het lef hebben om ze uit te voeren. De afgelopen 4 jaar hebben we daarin niet uitgebleken als raad. En dat vind ik pijnlijk. Want we zijn trots op ons mooie dorp. We hebben een ontzettend mooi dorp.
Alleen dat dorp moet ook wel vooruitgang blijven doormaken. We moeten wel dingen als raad voor elkaar krijgen. Dus ik zou u vooral mee willen geven in mijn laatste seconde. Beoordeel ook ons daarop en op de standvastigheid waarmee we de plannen ook uitvoeren. Zodat we niet alleen een mooi verkiezingsprogramma schrijven en dan weer 4 jaar stilstaan. Dank u wel. Dankjewel, Adriaan Andriga van de D66. Gaan we naar het volgende onderwerp, dat is het bruisende centrum. En daarvoor hebben we ook weer een introductiefilmpje. Kunnen we even naar kijken. Even door naar het centrum, maar moeilijke jaren geweest. Er is best wel leegstand in het dorp. Wat mist u in het dorp? Een goede schoenenwinkel. Die missen we. Die was er ooit en die is weg. En wat ik eigenlijk een beetje mis, dat is bijvoorbeeld een goede groentezaak. Die hebben we gehad, maar die is inmiddels verdwenen. Ja, dat soort winkels eigenlijk. Wat ik een beetje mis is wat meer horeca, wat meer gezelligheid. Want dat merk ik toch dat we dan vooral natuurlijk snel gaan naar de schoolstraat, geloof ik. Misschien het verkeerde straatje. Precies. Maar dat mag van mij wel wat meer, want ik denk dat dat echt een dorp gezellig maakt en ook kan houden. Nou, tot zover wat meningen vanaf de straat. Dan gaan we naar de stelling. Het centrum van Voorschoten is niet bruisend genoeg. En dat doen we. Deze stelling is dan de enige stelling die we met 3 partijen doen. Dat is de PvdA, VVD en Voorschoten lokaal. Ik denk dat we eventjes heel kort ja, nee, niet bruisend genoeg, Paul de Bruin? Nee, nog lang niet. Arnold? Kan veel bruisender. Kan veel bruisender, Martine? Kan absoluut verbetering gebruiken. Mag jij beginnen? Waarom kan het absoluut verbetering gebruiken en wat moet er dan verbeterd worden? Nou ja, we hebben natuurlijk 2 jaar corona gehad en het had heel mooi geweest voor alle ondernemers. Had er harder gewerkt aan het centrum en had er meer geld gegaan naar het centrum. Voor de verfraaiing, voor evenementen. We zijn inderdaad bankjes geplaatst, maar, nou ja, of stoelen zijn er geplaatst, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk te weinig. De vuilnisbakken die zijn vaak vol of die worden te weinig geleegd, dus er is rommel op straat. Nou ja, gelukkig wordt er met de nieuwe centrummanager gewerkt, hoe heb ik gehoord, aan de nieuwe reclamezuilen. Dus nou, dat gaat een hoop schelen. Het Treuplein kan wat ons betreft een stuk leuker en gezelliger. En ik weet dat inderdaad, nou ja, de andere partijen die hebben daar ook inderdaad allemaal plannen over. Maar laten we gewoon met elkaar gaan uitvoeren. Wat willen jullie dan op dat Treuplein? Hoe kan dat leuker, gezelliger? Inderdaad wat meer horeca. Hè? Horeca trekt horeca aan. Ja. Het is niet zo dat het keuze is, maar horeca trekt horeca aan. Dus dat kan alleen maar ook voordelen opleveren voor de andere horecaondernemers. Ja. Ik hoor veel kritiek, hè? Dus ook weer op de afgelopen jaren. Ja, dan ga ik toch weer eventjes naar een van de partijen die daarvoor mede verantwoordelijk is geweest, VVD. Paul, er is te weinig gedaan, hoor ik. Nou, ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren. Dat is een ding dat zeker is. Maar ik weet ook dat we ontzettend veel hebben gedaan op de achtergrond. Ja, bankjes geplaatst. Ook heel veel energie is natuurlijk gestopt in het verplaatsen van de markt. Alles, de ondernemers een beetje in de lucht houden. Maar goed, dan sta ik als wethouder, hè? Dat is niet mijn rol vanavond. Nee, andere pet. Ja, precies. Dus kijk, ik denk dat niemand nu na corona kan zeggen dat het dorp bruisend is. En we zullen ook de komende maanden, jaren, zullen we echt nog wel na-effecten zien. Dus we zullen heus ook nog wel ondernemers. Maar even, wat moet er dan wel gebeuren? Nou, wat voor ons in ieder geval belangrijk is, wij willen doorgaan, Martine zei het net al, met die centrummanager. Want de centrummanager is eigenlijk voor verschillende taken. Enerzijds juist ook om verschillende leuke activiteiten, evenementen te organiseren. Doen ze ook ontzettend goed. Ik zie heel veel gepland al. Ik zie ook dat onze horeca al bezig is voor Koninginnedag. Maar we zullen nog veel meer moeten doen. Oké, voordat je de rest gaat voorlezen, eerst even naar Arnold. Want die komen zo nog wel bij jou. Nee, dankjewel. Waar het volgens mij in het centrum gaat, is dat heel veel punten beter kunnen door de gemeente. Het begint eigenlijk dat het centrum wat ons betreft veel dynamischer moet worden. En dat er dus ingrepen in het centrum eigenlijk moeten worden gedaan. Het begint ook bij met een soort assertiviteit. Assertiviteit dat we niet bang moeten zijn voor de Mall of the Netherlands. Of dat we bang moeten zijn voor de online webshops die ons leegkomen.
Waar het volgens mij structureel eigenlijk om gaat, is dat we daadwerkelijk investeringen doen in dat we iets gaan doen aan die bedrijvigheid. En dat we dat we woningen gaan realiseren en doen in het centrum. Dat we iets gaan doen aan het Churchillplein, dat we daarin gaan investeren. Maar ook dat we verschillende ingrepen in het centrum zelf gaan doen om die bedrijvigheid op gang te houden. Dat betekent dus dat je als gemeente dat je een visie hebt. Dat je een visie hebt op dat er bijvoorbeeld een groen en gemeentecentrum gaat komen. Waar mensen informatie kunnen krijgen over over de duurzaamheid. Ja, en past een fontein daarbij op het Treuplein? Een fontein? Een fontein op het Treuplein? Dat een fontein zou een hele mooie zijn. Maar we denken ook misschien aan een mooie muziekkoepel. Een plek in ieder geval waar mensen samen kunnen komen. Waar je in ieder geval reuring eigenlijk kan genereren. En waardoor er wat bedrijvigheid ontstaat. En waardoor het centrum echt weer een beetje begint te leven. Ja, en wat verkoeling denk ik ook. Wat zeg je? Wat verkoeling geeft het ook, denk ik. Het zou ook wat verkoeling kunnen geven. Dus even. Eventjes naar Paul de Breijn. Ik geef nu dit voorbeeld van de fontein op het Treuplein PvdA. Jullie stellen voor schaaktafels. Is dat iets wat centrum meer gaat laten bruisen? We stellen wel meer voor. Maar ik hoor eigenlijk best wel goede ideeën. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat we wel met z'n allen ook geld durven vrijmaken voor het centrum. Want dat is iets wat afgelopen jaren hartstikke moeilijk was. En waar de VVD keer op keer alleen in stond. Ook steun voor de ondernemers in het centrum. Tijdens corona zijn we soms weggehoond in de gemeenteraad. Juist omdat wij zeggen, we willen nu extra steun hebben voor die ondernemers. Want we willen ze behouden om ook een sterk centrum te houden. Ja. Dus ik denk dat is heel belangrijk, want de ideeën zijn prima. Gaan we verder met die ideeën. Martine, wat zijn jouw ideeën? Ik weet als geen ander hoe hard de VVD heeft getrokken aan het centrum. Ga je dan nog een keer in deze coalitie zitten? Want je hebt gezien wat het voor het centrum heeft gekost. Ik ga in een coalitie zitten die wil investeren in dit centrum. En niet alleen in het centrum, maar ook in de andere centra. Ook winkelcentrum Hofland is ook investering nodig. Absoluut. Maar dat hebben ze bij de vorige verkiezingen, dezelfde partijen, D66 en GroenLinks, hadden dat ook staan in hun verkiezingsprogramma. Nu weer. Ja, volgens. Als we duidelijk maar voor ze grote lokaal zitten. Nou goed, ik denk duidelijk. Ja, oké, dat punt is gemaakt, denk ik. Ja. Nog eventjes, want we hebben nog 1:30 voor deze ronde, Arnold Postuma. Ja, wat volgens mij wel belangrijk is dat we even moeten vaststellen welke partij 12 jaar lang verantwoordelijk is geweest als wethouder in het centrum. Volgens mij is dat de VVD geweest. En ik denk dat in die hele periode dat er volgens mij onvoldoende is gebeurd. En dat er veel meer mogelijkheden zijn waar. Met visie en niet alleen maar overlaten aan de bedrijven. Maar dat vanuit de overheid, vanuit de gemeente, strakke lijnen worden uitgezet. En dat daar hand en voet aan kan worden gegeven. Dat is de enige manier volgens mij waarop we dit recht kunnen gaan trekken. Paul, weer een aanval op jou, op jouw partij. Nou ja, maar goed, schreeuwen aan de zijlijn is altijd makkelijk. Maar ik denk dat we een hele mooie stap hebben gemaakt. Want we hebben nu een visie. Die hebben we eigenlijk als raad hebben we die vastgesteld. En die moeten we gaan uitleven. Die moeten we gaan uitdragen. We zijn nu al bezig met een stedenbouwkundig plan, omgevingsvisie, waarbij we juist rekening houden met die visie die we met z'n allen hebben vastgesteld. En dat betekent dat we straks ook meer functiemenging hebben, dat we meer terrassen hebben, zeker ook op het Treuplein, dat we meer gezelligheid gaan creëren, minder regels en dat we uiteindelijk weer ons centrum terugkrijgen en waar we ook nog in de toekomst gezellig kunnen blijven winkelen en verblijven. Want dat is waar het om gaat. Oké, ik denk een mooi slotwoord voor deze ronde. Dan gaan we de vloer weer verbreden richting de andere partijen. Waarbij ik de voorrang geef aan de SP. Want die is de kleinste partij, dat hebben we afgesproken. Die krijgen in deze ronde dan de voorrang. De kleinste partij heeft 1 stelling. Dus vandaar hier nu als eerste het woord, de SP. Erik Maassen. Dankjewel, lieve. Ik vind het wel grappig dat dat de PvdA zegt, we willen meer reuring in het centrum. Want ik heb een paar tweetjes van u gezien de afgelopen dagen, meneer Postuma. En ook van uw huidige fractievoorzitter, de heer De Graaf. En die gaan over dat u allebei geen horecaboulevard op de Voorstraat wil. Dat heeft u goed gezien. Hoe kunt u dat nou combineren met veel reuring in het centrum? Dat vind ik een hele rare combinatie. De SP wil juist wel. Misschien even de vraag. Nou ja, dat mag hij zo beantwoorden. Maar ik wil ook nog even zeggen wat ik aangeven wat ik wil. Want alleen een ander aanvallen is ook zo flauw. De SP wil juist de Voorstraat autovrij maken. Zodat je daar juist
beter kan verblijven. Want de Voorstraat is de huiskamer van heel Voorschoten, van alle 25.000 Voorschotenaren. En als je daar prettig wil verblijven, is het niet zo prettig als je net een gebakje op het terras zit te eten. En dan komt weer een auto langs met een hoop uitlaatgassen. Ja. Oké, dat is het punt van de SP. En dan eventjes in één zin jouw vraag aan de PvdA nog even. In één zin. Ik kan wel gelijk beantwoorden. Okay. Ik ben het volledig eens met de heer Maas dat het de woonkamer is van heel veel mensen. Ook die zelf in de Voorstraat wonen. Kijk, volgens mij, als je naar de Voorstraat kijkt, is dat een fragiel evenwicht tussen horeca en wonen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. De Voorstraat vind ik er nu op dit moment mooi uitzien. Ik denk dat er de prioriteiten voor investeringen, dat die juist moeten gaan naar de Schoolstraat en naar het Treuplein. Want daar is in mijn ogen het meeste winst te behalen. Oké, okay. Tot zover. GroenLinks, Albert Deuzeman. Ja, ik zal toch even reageren net op die opmerkingen, want kennelijk hebben GroenLinks en D66 samen van alles gedaan. Ja, ik vind het vervelend, want ik weet natuurlijk dat er iemand wethouder en lijsttrekker is en dat maakt het ingewikkeld. Maar we hebben hier één iemand zitten die wethouder economie geweest is, die het centrum in zijn portefeuille gehad heeft. Wij hebben alle voorstellen die daar gekomen zijn, hebben wij gewoon gesteund. Ik hoor nu net dat ze weggehoond zijn. Nou, ik herinner mij dat niet. Nou kan het natuurlijk zijn dat de teamsverbinding net even wegviel in deze periode. De babyfoon, maar denk ik. Ik snap daadwerkelijk niet waar dit over gaat. Wat ons betreft, en ik zal dan ook direct, zoals de heer Maas er net zei, het klopt, de Voorstraat moet de huiskamer van Voorschoten zijn. Net zoals wat dat betreft, de Schoolstraat, de Voorstraat, dat is één geheel. Er is inderdaad een fragiel evenwicht inderdaad. Er wonen daar mensen, er is daar horeca en er rijden een partij auto's doorheen die er ook willen parkeren. Ik denk dat we daar ook gewoon moeten gaan kijken. Ik hoor autovrij maken, dus misschien wat ingewikkeld voor de inwoners. Laten we in ieder geval autoluw maken. Laten we zorgen dat dat centrum van Voorschoten daadwerkelijk een plek is waar mensen willen zijn. Want inderdaad, we mogen een beetje eigenzinnig zijn. We zijn niet de Mall of the Netherlands. Dit is een historische plek waar je graag wilt zijn, waar je graag de hele middag blijft. Dat hebben we, dat moeten we koesteren. En ik denk dat die investeringen, zodra ze er zijn, dan zullen wij ze van harte steunen. Ja. Voordat we naar Adriaan gaan, toch even met Paul even reageren. Nou ja, wij zijn geen voorstander van het autovrijmaken, in ieder geval van de Voorstraat. Want daar willen we wel rekening houden met de inwoners, wat dat betreft. En die opmerking dat jouw voorstellen zouden zijn weggehoond? Nou ja, onze voorstellen zijn ook weggehoond, maar dat heeft niet te maken met de visie. Daar hebben we hele goede steun op gehad. Maar dat heeft wel te maken op een gegeven moment met de motie die wij hebben ingediend om meer steun financieel ook voor de ondernemers te krijgen. En daar kregen wij eigenlijk als respons, ja, maar ja, we moeten juist alleen maar meer kijken naar ook verenigingen en sport en waarom ondernemers. Maar dus eigenlijk is... Er gaan heel veel handen omhoog. Adriaan Anderga heeft hier nog niet het woord gehad. Nee, ja, over die laatste motie, volgens mij was de enige discussie dat het naast ondernemers ook naar cultuur en sport moest. En volgens mij konden we elkaar als raad daar vrij snel in vinden. Ja, en volgens mij hadden we ook afgesproken geen raadsvergaderingen over doen. Precies. Dus dit is de laatste keer dat het over moties staat, jouw punt. Ja, wat ik vind het heel fijn om in ieder geval wat meer steun te horen. We hebben een tijdje geleden ons idee gelanceerd voor die autovrije schoolstraat. En dat punt van die bewoners is heel belangrijk. Vorige week heb ik uitgebreid met een heleboel bewoners gesproken. Het interessante was dat in die voorzichtige balans dat het daar veel meer om andere punten ging, zoals het beeldkwaliteitsplan van de Voorstraat. Dat soort elementen, de overlast, niet zozeer het autovrij maken. Wat voor ons vooral belangrijk is, is de realisatie dat horeca bij uitstek hetgeen is wat mensen naar het centrum trekt. En dan gaat het dus ook om bijvoorbeeld daghoreca in de Schoolstraat. Dat is een van de redenen waarom wij voorstander zijn van het fietsverbod in de Schoolstraat, omdat dat ook ruimte creëert voor ondernemers om daar een terrasje te openen voor een lunchroom, een kop koffie, zodat we ook daar meer mensen naartoe trekken. Dus uiteindelijk gaat het om in dat hele centrum je realiseren dat de horeca de grootste trekker is voor mensen om naar het centrum te komen en hen de ruimte bieden. Okay. Dat is wat we kunnen doen en dat is wat D66 wil doen. Ga daar even een punt zetten, want de tijd is ook al om. We gaan even naar de zaal. Hebben mensen uit de zaal vragen over het centrum en het bruisende centrum? Ja? Hey. Over dat laatste stukje waar van het fietsen in de Schoolstraat. Ik ben zelf inderdaad, ik ben bewoner van de Schoolstraat. Vind ik jammer dan. Ik vind het jammer dat er alleen wordt gezegd dat horeca op de Voorstraat en dat het dan rekening moet gehouden worden met bewoners en parkeren. Want ik woon op de Schoolstraat en daar wordt helemaal geen rekening gehouden met parkeren. Maar dat is een ander punt. Het gaat mij over dat fietsen. Ik vraag me af of al die partijen en al die raadsleden en weet ik wie allemaal hier zo, die ambtenaren in de gemeente Voorschoten, eigenlijk doorhebben dat er tot 11 uur met auto's gereden mogen worden in de Schoolstraat en vanaf 9 uur pas de fietsers er niet meer in mogen. Dus van 9 tot 11
kunnen er nog steeds auto's in. En daar zitten dus van die busjes bij, van die pakketdiensten die als een idioot door die straat scheuren. Ja, en wat is er dan gevaarlijk? En wat is jouw vraag? Is het dan leuk om te lopen daar zo? Er is een besluit genomen twee weken geleden of zo, weet ik veel. En winkels open, fietsers lopen. Ik vind het prima, maar doe het vanaf 11 uur. En niet zoals nu staat vanaf 9 uur. En op vrijdagavond tot 9 uur, want die slaat helemaal nergens op. Oké, wie voelt zich... Ja, dankjewel. Fijn. Wie voelt zich geroepen hier eventjes op te reageren? Ga je gang. Ja, Paul de Bruin weer. Ik wil best reageren op de busjes. Want ik weet inderdaad dat een doorn in het oog is van veel. Ik kan u trouwens net niet zien hier om het hoekje. Veel beter. We zullen helaas ook wel bevoorrading moeten hebben van de verschillende winkels. Maar we zijn inderdaad wel aan het kijken hoe we dat anders kunnen oplossen. Dus. Ja, maar dat is het punt wat we willen creëren. Want ik snap wat u zegt, en dat zullen de andere partijen misschien ook straks zeggen. Het gaat om eenduidigheid. Dus vanaf 11 uur al het verkeer, al het rijdend verkeer, tot 6 uur 's avonds. Makkelijk zat. Oké. Nog één kort antwoord? Nee, nou goed. Wij hebben het met meerdere in de raad hebben wij het anders gezien. Dus wij willen graag duidelijkheid creëren en wij willen inderdaad ruimte creëren, zoals de heer Andringa ook zegt. Voor de toekomst, dus voor gezelligheid, voor terrasjes, voor bankjes. Okay. En daarom willen wij... Eventjes, want zo blijven we doorgaan. Heeft iemand anders nog uit de zaal een vraag? Ja, hier zo links zie ik een blauw wapperend velletje omhoog gaan. Even een adempauze kunnen we misschien wel gebruiken. Ik heb een opmerking aan meneer Postuma. Die vond de Voorstraat er fantastisch uitzien. Ik wilde even zeggen dat hij bijna altijd aan beide kanten helemaal dicht staat geparkeerd. Ik weet niet wat daar zo mooi aan is. Oké, Arnold. Nou, ik ben het met u eens dat dat een deel is wat niet mooi is inderdaad. En ons plan de staat... Voorstraat heb ik het de over. De Voorstraat he? Heb ik het dat over. Ja, precies. Goed begrijpen. In onze plannen staat ook dat we graag de Voorstraat ook autoluw willen maken. En daar zou echt iets aan moeten gebeuren. Ik ben het met u eens. Oké, nou dank u wel. En tegen meneer De Bruin wil ik zeggen, de ondernemers in Voorschoten zijn er voor ons. En het is niet andersom. Oké, nog een reactie hierop? Ja, sorry, ik verstond het niet. De ondernemers zijn er voor ons? Ja, de ondernemers zijn er voor de inwoners van Voorschoten en het is niet andersom. En niet andersom. Nou, dat klopt. Ja. Nou, tot zover denk ik dit onderwerp. Dank jullie wel. Dan gaan we door. We krijgen als het goed is weer een pitch van het CDA. René Zoetemelk, ook voor jou. 1 minuut de tijd en volgens mij ben je wat van plan. Ja, dank u wel. Nou, ik ben René Zoetemelk, lijsttrekker van het CDA. En ik kan iets vertellen over ons prachtige programma. Maar op de tafel daar ziet u onze informatie liggen. Daar staan straks mensen, daar kunt u heel veel vragen over stellen. Voorschoten Lokaal heeft het over, we hebben het over mensen. Hè? We praten over mensen. Dus ik wil graag mijn kandidaten voorstellen, mijn eerste 5 kandidaten van de lijst. En ik wil beginnen met Patricia Kortekaas. Dat is nummer 2 op de lijst bij ons. Patricia heeft misschien wel het meest duurzame huis van Voorschoten. Dus als het om duurzaamheid gaat, hebben we hier een prachtige kandidaat. Nummer 3 op de lijst is Mark van Oosterom. Mark van Oosterom is onze dossiervreter. Ik noem hem wel eens de Pieter van onze fractie, maar hij mag blijven. En hij is inderdaad ook deskundig op het gebied van het maken van allerlei sportfaciliteiten in zijn werkplaats Noordwijk. Dan hebben we Kees Bremmer. Nou, als iemand die niet kent... Dan, 5 seconden. Dan weet ik het niet. Kees is onze nestor. Kees is ons geweten van de fractie. Kees heeft eigenlijk overal verstand van Kees. Kees is campagneleider geweest van Lubbers en van Brinkman. Is landelijk secretaris geweest van het CDA. Ongelooflijk veel ervaring. Dus als we vragen hebben, zijn we bij Kees. Dan hebben we Helma van der Wende. Helma van der Wende is onze kandidaat. Die buitengewoon veel ervaring heeft met het opzetten van projecten binnen gemeenten. Ze heeft veel ervaring binnen de gemeente Voorschoten, nu binnen de gemeente Wassenaar. En wij zijn trots dat ze bij ons op de lijst staat. Dus, Oké, naar een afronding. Dit zijn onze kandidaten, prachtige kandidaten. Weet waarop u stemt. In ieder geval zijn dit de mensen die wij hebben. Dank u wel. Zo. Dan zetten we het politieke debat heel eventjes stop.
gaan we eventjes een beetje ontspannen. Nou, jullie zullen je vast hebben afgevraagd waarom die kaartjes op tafel. Nou, dat is allemaal voor de quiz. 10 vragen over Voorschoten. Ga allemaal eventjes staan, alsjeblieft. Eventjes actief in de benen. Okay. Nadine, als je een fout hebt, dan zie je. Vraag 3 is voor Nadine. Oké, iedereen staat en heeft kaartjes bij de hand. Het werkt heel simpel. Het is zometeen geel of blauw. Of blauw of geel in die volgorde. Als je het fout hebt, ga je zitten. Heb je het goed, blijf je staan. Nou, en aan het eind staat er als het goed is nog één iemand. Eerste vraag, wat is de bijnaam van Voorschoten? Blauw, diamant aan de vliet of geel, parel aan de vliet? Goed. Dus altijd de eerste is een beetje een opwarmer, maar degene met blauw die gaan zitten, geel blijft staan. Hoeveel inwoners heeft Voorschoten? Is dat meer dan 25.000 of minder dan 25.000? Ik zie wat blauw, heel veel, een paar gele. Ach, Katrien, dan ga je zitten. Geel is fout. Exacte antwoord is 25.650. Dus iedereen met blauw mag blijven staan. Ja, ingrijpen. Daar hebben die twee extra. Oké. Klaar voor vraag 3. Is onze burgemeester de tweede of de derde vrouwelijke burgemeester van Voorschoten? Ze is in de zaal. Kijken wat Nadine stemt. Geel is het goede antwoord. De derde vrouwelijke burgemeester na Pauline Bouvy en Wilma Verver. Kijk, ik kan het nog niet helemaal zien, maar de zaal wordt wat uitgedund. Het Almachts- en Baljuwhuis komt zo nog aan bod ook. Ja, toch wel een thema. Het Ambachtshuis, daar werd vergaderd. Maar wat gebeurde er in dat Baljuwhuis? Er werd recht gesproken of het was een herberg? Er werd recht gesproken. Blauw is goed. Kijk. Hoeveel mensen staan er nog? Nou, toch wel een hoop, hè? Nog. Ja, dat zijn de echte kenners, zijn dat. Vraag 5. Hoeveel zetels in de gemeenteraad zijn er te verdelen? Zijn dat er 21 of 19? Nou, de raadsleden moeten dat natuurlijk weten. 21. Blauw is goed. Er staan er nog heel veel, hè? En wij voor ons afvragen hebben we hem niet te makkelijk gemaakt, maar we zijn op de helft. In de lokale politiek is er nog één partij die wel doorgaat, een andere partij stopt ermee. Is dat Voorschotens Belang of Ons Voorschoten? Hans, welk papiertje steek je op? Voorschotens Belang bestaat niet, dus dan is het inderdaad geel. Ons Voorschoten ook niet. Oké, het is geen sportdebat, maar toch even een sportvraag tussendoor. In welke kleuren speelt voetbalclub Voorschoten 97? Geen enkele blauwe. Ja. Is dit ook weer een te makkelijke vraag? Of inderdaad, geel is goed. Nou, deze dan misschien. Dit debat wordt georganiseerd door de OVV Sleutelstad en de Voorschotense Krant. Welke van deze partijen vierde onlangs haar 5-jarig bestaan? Voorschotense Krant of Sleutelstad? Oké, dat is de Voorschotense Krant. Was gezellig trouwens. Sleutelstad bestaat al. En Sleutelstad onlangs 20-jarig bestaan. Maar dat is nog niet gevierd, hè? Ja, zeker. Ja. Even misschien wat een moeilijkere vraag. Wat zat er vroeger in het pand van het museum Voorschoten? Is dat een bakker of is dat een ijzerwarenwinkel? Het is een ijzerwarenwinkel. Geel is goed. Ja, dan moeten we toch iedereen langs met deze benaderingsvraag. Hoe lang bestaat de paardenmarkt? Ja, hoe gaan we dat doen? Dat is een kleine 1000, zeg ik. Meer of minder? Kleine 1000. Ik zeg meer of minder dan 1000. Geel minder, blauw meer? Nee. Oké. Hier maken we toch ook even een keuzevraag van.
Geel is minder dan 830 jaar en blauw is meer dan 830 jaar. Hoe lang bestaat de paardenmarkt? Nou, kijk, daar hebben we er toch even wat uit. Blauw is goed, 840 jaar. Kijk, en dan hebben we nog even een reservevraag natuurlijk. Ja, ze zit er in de zaal, maar ze is ook beroemde oom. Bij welk ministerie werkte de oom van onze burgemeester? Bram Stemerdink hebben we het dan over. Eerst was hij trouwens staatssecretaris, daarna nog een jaar minister van dit ministerie. Nou, wie als eerst goed roept, die wint. Ik hoorde dat hier in die linkerhoek. Defensie, goed. Nou, volgens mij is de prijs een fles wijn, dus die kunnen jullie dan delen. Ja, precies. Ja. Ja, Marcel drinkt toch veel te veel, joh. Nou, dat is wel een gedoetje. Okay. Ja. Goed, we gaan naar het derde debat voor de pauze. Het laatste debat voor de pauze. En daarna kunnen we eventjes ademhalen. Woningen. Eerst een filmpje. Er komen een hoop woningen bij. Wordt Voorschoten een beetje vol? Ja, ik weet niet of dat de discussie precies is, of het te vol wordt of niet. Ik denk dat meer discussie is over wat voor type woningen er komen. Want ja, ik bedoel, we weten duidelijk dat er meer woningen nodig zijn. Ja, dan kun je zeggen, ga dan niet in de Randstad bouwen. Maar ja, het is nog steeds wat het is. Mensen wonen en werken het meest in de Randstad. Gelukkig vind ik nog steeds, als je het vergelijkt met Leiden en Leidschendam en Den Haag, is dit nog echt een dorp. Dus ja, daar mag best nog wel wat mensen bij komen, maar ja, niet al te veel. Nou, er kan best wel wat meer bij, want het is alleen maar fijn voor een dorp als er genoeg mensen wonen. Ook voor de middenstand is dat natuurlijk heel belangrijk, dat zo'n dorpskern behouden kan blijven. Dan moeten er wel mensen zijn die dat steunen natuurlijk. En ze zouden natuurlijk niet het landelijke karakter van Voorschoten moeten aan gaan spreken. Want dat is wel, het is lekker boersig, nou ja, boersig mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het is een landelijk dorp, zeg ik het netjes. Het is een dorp. Oké, Voorschoten zit bijna vol. Bouwen heeft geen zin meer, we gaan debatteren. D66 en SP, Adriaan Andringa en Erik Maassen. Nou ja, de stelling misschien niet echt tot verdeeldheid, maar goed, de oplossingen wel. Want Erik Maassen, Voorschoten, zit bijna vol? Nee, er is echt nog wel ruimte om te bouwen. En het is ook nodig, want we kennen heel veel jongeren in Voorschoten die hier geboren zijn, die hier opgegroeid zijn, die heel erg graag hier op zichzelf willen gaan wonen, maar die gewoon geen plek kunnen vinden. Want er is gewoon de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. En vooral wat er gebouwd is zijn de verkeerde woningen. Er zijn wel hele dure woningen in de Duivenvoordecorridor gebouwd, bij de Veurseweg. Maar betaalbare woningen zijn er al 10 jaar niet meer gebouwd. Okay. Mij op de lijst, op de SP-lijst op nummer 5, staat bijvoorbeeld Monica Langeveld. Die is 20 jaar. Die woont nog bij de ouders. Niet omdat ze dat zo gezellig vindt. Ja, misschien ook wel, ik kan niet voor Monica spreken. Maar in ieder geval, ze woont vooral nog bij de ouders, omdat ze gewoon geen plek heeft. Omdat ze nergens plek heeft om op zichzelf te gaan wonen. En zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Zo zijn er in Voorschoten tientallen, zo niet honderden. Adriaan Andringa, er is te weinig gebouwd en wat er gebouwd is heel duur. Zie jij dat ook zo? Nou, ik had ook graag meer willen bouwen. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar hebben we zo'n 250 woningen gerealiseerd. Bouwvergunningen afgegeven voor woningen. En gelukkig zitten nog veel meer in de planning. 750 woningen, zoals we dat dan mooi noemen, in de pijplijn. Dus plannen zoals Starreburg 3, Huizen bij Dorp, de intratuinlocatie, dat soort plannen. Dus we hebben gelukkig een enorme slag gemaakt. En ik ben het helemaal eens met Erik. Als er uit het verleden meer plannen hadden gelegen, hadden we misschien nog meer kunnen bouwen in deze periode. Maar ook als we die 750 hebben gerealiseerd, ook dan ben ik het niet eens met de stelling dat Voorschoten vol zou zijn. Er zijn een heleboel plekken die nog mogelijkheden bieden. Als we het hebben over de ijsbaan, het MOC-terrein, als we het hebben over Churchillplein, het Wagenerf. Er zijn echt nog plekken waar we kunnen bouwen, waar we ook moeten bouwen. En een van de voordelen die plekken hebben, is dat het heel vaak op grond van de gemeente is. En dan kunnen Erik en ik elkaar heel goed vinden, want dat geeft ons ook als gemeente nog veel meer mogelijkheden. En we zijn er al die slag aan het maken, maar nog veel meer mogelijkheden om ook betaalbare woningen neer te zetten. Sociale
sociale woningen, maar ook middensegment voor die starter die een eerste huis wil, maar misschien net boven de sociale woningbouwnorm zit. Voor ouderen die nadat hun kinderen uit huis zijn gegaan een keer wat kleiner willen wonen, zodat er ook weer een gezinswoning vrijkomt. Dus we moeten dat hele scala van al die verschillende mensen die een woning zoeken, moeten we bedienen. En gelukkig hebben we ook de locaties om dat mogelijk te maken. Ja, je zegt op de grond van de gemeente kunnen we heel veel doen en daar kunnen we elkaar vinden, maar ik lees bij de SP, daar willen jullie 100% sociale huur als het gaat om gemeentegrond, hè? Ja, dat klopt. En dat is ook hard nodig. Dat is ook hard nodig, want er is echt een enorm tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten. Wij hebben nog geen 20% sociale huurwoningen in Voorschoten, terwijl landelijk het normaal is dat je 27-28% sociale huurwoningen hebt. Wij hebben nog geen 20%. De wachtlijsten zijn enorm. Die sociale huurwoningen in Voorschoten zijn ook nog eens erg duur, omdat woonzorg ze altijd erg duur heeft gemaakt. Daar moet echt wat aan gebeuren. Wij hebben een achterstand in te halen. En dat achterstand inhalen doe je door wat meer te bouwen. De SP zegt, niet die 750, volgens mij waren het er 600 woningen van de D66-wethouder op dit moment die in de pijplijn zitten. Nee, wij zeggen 800 woningen bouwen in de komende periode, waarvan 50% sociaal op het totaal. En aangezien de plannen van wethouder Kramwinkel van D66 de afgelopen jaren, ja, ze zijn er wel geweest, maar ze waren wel 15% sociaal. Dus we hebben weer wat in te halen. Ja. En daarom zeggen wij op die gemeentegrond gewoon sociale huurwoningen, zodat we de achterstanden kunnen inhalen. Want de grootste tekorten zitten bij de goedkoopste woningen. Een betaalbare koopwoning in Voorschoten vinden is niet te doen. En de betaalbare huurwoning al helemaal niet. Nee, 600 of 750, dat maakt even niet uit. Dat zijn ongeveer woningen die nog komen. Er moeten heel veel bij. Ja, dat klopt. En het is wel interessant, hè? Want helaas, het bouwen van een woning is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Dus die 15% waar Erik het over heeft, sociale woningbouw, dat is uit de vorige periode. Het vorige college heeft die 15% toegedacht. En wij zijn die plannen deze periode voor een deel moeten gaan uitvoeren. Ondertussen hebben wij dat percentage opgehoogd naar 25%. En sterker nog, in het grootste bouwproject wat er nu in de pijplijn zit, Starreburg 3, na 15 jaar eindelijk het verschil maken, 350 woningen die we daar neer gaan zetten, gaan we daar ruim overheen. Gaan we zelfs naar de 30%. Maar er zit wel een punt waar Erik de mist op ingaat met zijn 50%, want dat klinkt leuk. Maar als je 50% van je woningen sociaal maakt, om dat te kunnen financieren, moeten die andere 50% moeten villa's worden. En dan zijn er een heleboel mensen die niet in die sociale woningbouwnorm zitten, die bijvoorbeeld iets kleiner willen wonen nadat hun kinderen naar huis uitgaan, of die een baan hebben waardoor ze net boven die sociale huurgrens zitten en die hun eerste huis willen zoeken. En bij Erik vangen die bot, want die krijgen geen woning, want 50% moet sociaal. En wij zeggen als D66, als wij die gemeentegrond gebruiken, daar 25%, echt altijd 25% sociale woningbouw, dan kunnen we ook al die andere doelgroepen bedienen, zodat we voor iedereen een woning kunnen realiseren. Erik, ik zie je met je hoofd schudden. Ja, meneer Andringa, ik moet het toch even wat aangeven. U zit met D66 nu in kabinet Rutte 4. Ze zijn niet echt mijn vrienden, mij veel te rechts. Maar in kabinet Rutte 4 is er eindelijk weer eens een minister van volkshuisvesting, CDA Hugo de Jonge, ook niet echt mijn vriend. Maar wat zegt Hugo de Jonge? Hugo de Jonge die wil een minimum bij bouwplannen van 66% betaalbare huurwoningen. En dan komt u met 25% sociaal aan. Ja, dat maar is sociaal en betaalbaar hetzelfde? Nee, dat is even verduidelijk. Ik zal de definitie even geven. Zijn 2/3 betaalbaar is sociale huur, middenhuur en betaalbare koop onder de NHG. Dat zijn inderdaad de woningen waar we in Voorschoten ontzettend tekort aan hebben. Maar ik hoor bij de meeste partijen echt dat ze op dat minimum van de jongen zitten. Want de jongen zegt ook 30% sociale huur. Niet te veel over die landelijke politiek hebben. Nee, maar dat is wel belangrijk. Want als dat het minimum is, dan als het minimum 30% sociale huur is, en iedereen zegt hier, ja, we hebben echt ambitie, 30% sociaal. Nee, dat is dus geen ambitie. Zo halen we de achterstand nooit in. Het is gewoon het landelijke minimum. Ja, Erik, ik wil toch echt een schepje bovenop. Punt inbrengen, ook uit het filmpje, horen mensen zeggen van ja, het moet wel het dorpse Voorschoten, moet het dorpse karakter behouden. Jullie zeggen allebei, ja, er moet flink gebouwd worden. Hoe gaan jullie dat dorpse, of sommigen hoorde ik zelf zeggen, het boerse karakter behouden? Nou, ik denk dat heel belangrijk is
Voorschoten is een groen dorp en is een mooi dorp en ligt ook in een mooie omgeving. Wat ons betreft, we hebben deze periode helaas uit de vorige periode nog een erfenis, een deel moeten bouwen in de Duivenvoordecorridor. Dat gaan we natuurlijk niet meer doen, want dat groene gebied wat er nu nog over is, dat moeten we zoveel mogelijk beschermen. Het zijn natuurlijk dat soort keuzes die we maken om in ieder geval te zorgen dat we het karakter van het dorp beschermen. Maar je bent een dorp, een mooi dorp, wel voor inwoners. En dat betekent dat je wel voor de mensen die hier willen wonen ook woningen moet kunnen bouwen. Dus als je alleen maar zegt, we gaan niet extra bouwen, want we willen het dorpse karakter beschermen. Voor wie ben je dan nog dat dorp? Daarom willen wij ook vooral rondom het... Tijd loopt op, Erik, 5-4-3. En ik weet dat jij niet dan klaar bent. Hij kletst hem vol, hè? We gaan de vloer verbreden. Andere partijen mogen ook inbreken. En Martine Zuin van Voorschoten Lokaal. Ja, wij kunnen het in grote lijnen kunnen wij het met D66 eens zijn. Hè, want er is nou eenmaal op het moment dat je heel veel sociale huur gaat bouwen, er staat inderdaad villa's tegenover. Maar wat ik heel veel hoor zeggen van de SP, het landelijk gemiddelde. Wij zijn niet een landelijk gemiddelde, wij zijn Voorschoten. En wij moeten kijken waar we in Voorschoten behoefte aan is. En dat is dus ook inderdaad... Jullie komen zo. Ja. Dat is dus ook echt wel betaalbare koop. Onder die NHG-norm en het liefst zelfs nog echt tussen de 150 en de 250.000 euro. Dus daar willen wij gewoon keihard op inzetten. Tot er sociale huur nodig is, dan zijn we het ook absoluut mee eens. Maar het moet wel een evenwicht zijn. De ijsbaan is wat ons betreft, is groen, blijft groen. Moet een ijsbaan blijven en het liefst met aanvulling van de skielerbaan, een volleybalveld. Maar die blijft gewoon groen en daar gaan we niet op bouwen. Kijk toch eerst heel even naar de andere, want je hebt het net echt lang geweest. Arnold Postuma van de PvdA. Ja, we willen daar toch een aantal dingen over zeggen. Ik ben het zowel met Adrien als met Erik gewoon eens dat op gemeentegrond dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn. En dat we daar als gemeente ook handen en voeten aan zouden moeten geven. Waar ik ook wel een beetje mee zit met de afgelopen periode, dat de positie van de gemeente wel wat steviger kan zijn, ook richting projectontwikkelaars. En de gemeente heeft de afgelopen periode een tal van instrumenten, wettelijke instrumenten, die ze gewoon in kunnen zetten, niet ingezet. Het begint al met de sociale beleidsregel wonen, waarmee je af kan dwingen bij nieuwe grote projecten dat daar op een sociale manier eigenlijk gebouwd wordt. PvdA heeft dat in 2018 bij monden van onze fractievoorzitter ingebracht. Het heeft 3 jaar lang geduurd voordat die regel er eigenlijk kwam. 3 jaar lang. Dat is een keuze. Dat is een keuze voor prioritering. Verder zijn er nog tal van andere mogelijkheden die de gemeente gewoon kan toepassen. Het feit dat als je grond aan een projectontwikkelaar koopt, je kunt ervoor zorgdagen dat je daar een clausule opneemt, dat de eventuele waardestijging aan de gemeentekas toekomt. Is niet gebeurd. Een antispeculatiebeding, dat dingen niet zomaar doorverkocht mogen worden. Zelfbewoningsplicht. Ik kan nog 5 andere instrumenten gewoon noemen die de gemeente Voorschoten allemaal had kunnen inzetten en hebben ze niet gedaan. Waar de PvdA voor staat, is een sterke gemeente die zorgt dat we eindelijk iets gaan doen aan die woningbouw. Want het is de afgelopen jaren echt, echt verkeerd gegaan. Oké, dankjewel. Albert Deuzeman, GroenLinks. Ja, ik hoor je net inderdaad noemen, nieuwe grote projecten. En dat is precies het probleem. Wat we de afgelopen periode hebben moeten doen, is een hele grote backlog aan allerlei projecten die om verschillende redenen vastgelopen waren, allemaal weer lostrekken. En daar worden we nu op aangevallen, maar wat wel gewoon een feit is, is dat er nu eindelijk weer gebouwd gaat worden, wat in de vorige periode niet lukte. Wat GroenLinks betreft, is het inderdaad waar we hebben meer sociale woningen nodig. Wij willen naar 30% sociale woningbouw, maar wij hebben ook expliciet gezegd, daarnaast willen wij ook 30% betaalbare woningen. Want we weten dat daar ontzettend veel behoefte aan is. Al die kinderen die nu in Voorschoten zitten, die er eigenlijk zouden willen blijven wonen, maar die geen plek kunnen vinden, een groot deel daarvan is eigenlijk gewoon op zoek naar een appartement. Wat wij wel zouden willen, is dat we dan niet hele dure huizen bouwen die allemaal schitterend zijn, maar vervolgens onbetaalbaar zijn voor de mensen. Maar dat we compacter gaan bouwen, appartementen gaan bouwen die betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Zodat ouderen op een gegeven moment ook een eengezinswoning kunnen verlaten en een plek kunnen vinden en zo nog geld over hebben, zodat die doorstroming op gang komt. Oké, dankjewel. Het slotwoord, want ik wil dolgraag naar de zaal. Ik ben echt benieuwd wat daar nou zo meteen gevraagd wordt. Maar het slotwoord is voor VVD Paul de Bruin. Ja, dank. Voor ons is het allerbelangrijkste dat we gewoon kijken naar wat de behoefte is in ons dorp. Want we kunnen kijken naar landelijke cijfers, maar dat is niet altijd wat hier geldt. En we zijn het ermee eens met de woonvisie die er nu is, 25% sociaal, hebben we echt nodig. Maar voor ons is het veel belangrijker dat we de senioren die nu alleen in een eensgezinswoning hebben, richting een mooi appartement helpen. En daarnaast jonge gezinnen ons dorp in kunnen krijgen en starters hier binnen kunnen halen. En daar, dan is het inderdaad belangrijk, ook het betaalbare middensegment, absoluut. Maar het is dus niet alleen maar sociaal. Okay, maar dat heb ik ook niet gezegd, even voor de duidelijkheid. Ik word er steeds op aangesproken dat ik alleen maar sociaal wilde bouwen. Ik wilde aangeven dat we een achterstand op sociaal willen pakken. 100% op gemeentegrond, maar op de andere gronden willen we natuurlijk ook juist die betaalbare koop en dat middenhuursegment. Helder.
punt gemaakt. We gaan naar de zaal, want daar kon die volgens mij jullie niet wachten. Wie heeft er een vraag voor een van deze politici? Ja, naar links staat iemand. Of oh, daar achterin ook. Kijk, eventjes. Het probleem van de sociale woningbouw überhaupt goedkoop bouwen in Voorschoten is niet nieuw. Ik ben Chris Gerrits, ik ben lid van D66. Wat mij opvalt is dat er eigenlijk nooit een goed onderzoek is geweest naar waarom het in Voorschoten niet lukt. 4 jaar geleden hebben het, geloof ik, is het geprobeerd, stond ook al in allerlei verkiezingsprogramma's. 8 jaar geleden zat ongetwijfeld er ook erin hebben gestaan, toen woonde ik hier nog niet. Maar waarom gaat nou de gemeenteraad niet eens een keertje een soort enquête houden waarom het niet lukt en welke middelen daarbij niet worden ingezet? Oké, okay, en de helder die vraag, voor wie is deze vraag? Wat mij betreft voor alle partijen, te beginnen bij de VVD. Te beginnen bij de VVD, omdat zij het langst in de coalitie zitten. Oké, okay. Paul de Bruin, VVD. Ja, wat ik heb begrepen, want wij horen het niet heel goed, Liewe. Ja, waarom het nooit is onderzocht, waarom dat bouwen van sociale woningen niet gelukt is. Waarom het niet gelukt is? Nee, en waarom daar nooit onderzoek naar is gedaan? Oké, okay, nou ja, we hebben constant onderzoeken. We kijken natuurlijk ook heel erg, waar komt het nou door, waardoor we iedere keer die vertraging hebben. Maar ik moet zeggen, de vertraging die we nu hebben op de verschillende projecten, ja, dat zijn heel uiteenlopende redenen. Als ik kijk bijvoorbeeld het project waar ik zelf mee bezig ben, Arsenaal Segaar, ja, dat heeft ontzettend lang geduurd in de raad. Daar zijn 5 wethouders die zijn daar op versleten. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen dit jaar om daar een beslissing te maken. En wat daar bijvoorbeeld nog meer speelt, is dat we heel erg moeten kijken naar de waterproblematiek. Want we willen namelijk niet, als we daar bouwen, dat daar de andere omwonenden natte voeten krijgen. Dus daar heb je ook andere onderzoeken voor nodig. Oké. Okay. Erik Maassen wilde nog op deze vraag antwoord geven. Heel kort, hoe komt het dat er zo weinig sociaal is gebouwd? Omdat niet in deze coalitieperiode, maar de periode daarvoor, toen de VVD, CDA en ons Voorschoten in het college zaten, er bewust voor is gekozen door de gemeenteraad om het percentage sociale huur, het minimumpercentage, van 30% te verlagen naar 15%. Oké. Okay. Heel even nog, we hebben nog ruimte voor 1 andere vraag. Kijk eventjes, daar staat nog iemand, ja. Sociaal zijn, dat is heel fijn om te horen. En dat ze ook graag willen dat de sociale woningbouw omhoog gaat in percentage. Dat is ook fijn om te horen. Maar ik vraag me dan af, ik kijk dan met een schuine oog naar de luxe appartementen bij Berestein. Ik denk best raar dan, hè? En wat is uw vraag? Nou ja, ik vind dat in de praktijk blijkt dan waarschijnlijk wat anders dan wat de heren nu zeggen. Ja. Adriaan Andergaar, jij voelt je geroepen hier antwoord op te geven. Ja, want ik denk dat het wel belangrijk is, de opmerking die Erik net maakte. Kijk, zo'n plan als Berestein is een mooi voorbeeld. Dat is een plan wat al een aantal jaar loopt. En er zijn in het verleden afspraken gemaakt met projectontwikkelaars onder die regels die Erik stelt van 15% sociale woningbouw. En ja, dan kan je niet vervolgens, ja, in dat project nul, er zitten wel een heleboel zorgwoningen, maar goed. In zo'n project kan je dan niet gaandeweg ineens opnieuw afspraken maken. Dat is de reden dat we in deze collegeperiode nieuwe afspraken zijn gaan maken voor nieuwe plannen. En in dat opzicht geef ik ook Arnold van de PvdA, wil ik ook gelijk geven. En we hebben deze periode eindelijk een heleboel van die afspraken die hij net noemde, die nodig zijn in Voorschoten, hebben we gemaakt. Als het gaat over zaken als die zelfbewoningsplicht, als het gaat over de verplichting om koopwoningen die goedkoop worden aangeboden, ook langetermijn goedkoop te houden. Al dat soort afspraken die in het verleden, en daar heeft de PvdA vaak goede voorstellen voor gedaan, geef ik ze volmondig de credit voor. Die hebben we in deze periode verankerd, zodat in de plannen die we nu maken, die de komende periode we dat resultaat wel gaan opleveren, wat we inderdaad in het verleden, de plannen van de vorige periode, helaas nog niet hebben kunnen doen. Oké, okay, we moeten ook weer door. We hebben nog 2 pitches en daarna gaan we naar de pauze. Sorry, dat zie ik niet door het licht. Toch nog 1 vraag dan. Ik heb de volgende vraag. In de Vlietwijk staat een school al een jaar of ruim 10 jaar op instorten, zo'n beetje langzamerhand, denk ik. Ik begrijp niet waarom die school niet gesloopt wordt en daar mooie appartementen gebouwd worden. Is daar wel eens over nagedacht? Prioritering, meneer. En dan sociale woningen zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld voor ouderen, die hebben aan de overkant Topaz zitten. Ja. Dus het VOV is om de hoek. Is er nou niemand die op die suggestie is gekomen, of ben ik nou zo dom? Albert? Arnold zei het hier net al. We hebben een hele grote lijst van projecten die eventueel op kunnen pakken. En we hebben maar weinig capaciteit. En in plaats van dat we alles een heel klein beetje doen en uiteindelijk weer niks voor elkaar krijgen, hebben we besloten om prioriteiten te stellen.
Maar dit zou een van de projecten moeten zijn die in de komende periode dus ook opgepakt gaat worden, want het is inderdaad nodig. Het plan staat op de lijst. Ja. Oké, wordt aangewerkt. Tot zover denk ik deze ronde, woningen. We moeten door wat de pauze wacht, maar er wacht ook een pitch van GroenLinks. 1 minuut de tijd, Albert Deuzeman. Nee, 1 minuut. Nee, want dan wordt het nog later. Oh ja, dat is waar. Goedenavond, ik ben Albert Deuzeman, lijsttrekker van GroenLinks. Wij hebben in de afgelopen 4 jaar op heel veel gebieden orde op zaken kunnen stellen in het dorp. De financiën die zijn nu weer op orde. We hebben een heel aantal woningbouwprojecten, waar we het net over hadden, hebben we weer los kunnen trekken. Na jaren van aanmodderen hebben we nu eindelijk weer een eigen ambtelijk apparaat. En zwembad Het Wedde is nog steeds open. Maar nu er weer mogelijkheden zijn, is het wat GroenLinks betreft tijd om weer te gaan investeren in het dorp. Investeren in betaalbare, compacte woningen op gemeentegrond waar ook normale mensen wat aan hebben. Investeren in het planten van bomen in versteende woonwijken, zodat we beter bestand zijn tegen hitte en heel veel neerslag en klimaatoverlast. Investeren in een afvalbeleidsplan dat daadwerkelijk zoden aan de dijk zet. Investeren in een echte toekomst voor zwembad Het Wedde, een definitieve toekomst. En een MFA voor onze culturele partijen in het dorp. Eigenlijk weten we bij heel veel van dit soort zaken best wat we moeten doen om Voorschoten socialer, groener, leefbaarder te maken. GroenLinks wil daar nu eindelijk gewoon eens een keer mee aan de slag gaan. Want Voorschoten, het verdient beter dan dat we continu maar rondjes blijven praten en uiteindelijk helemaal niets doen. GroenLinks wil doen wat werkt. Dank u wel. Maar goed. Dan gaat de microfoon door naar Paul de Bruin. Ook voor jou, 1 minuut. Mijn naam is Paul de Bruin. Ik ben lijsttrekker voor de VVD. En voor de VVD is het heel belangrijk dat we kijken naar de toekomst. En in de toekomst willen wij graag een zelfstandige, sterke gemeente blijven. Maar om dat te doen, hebben we wel goede samenwerking nodig in de regio. En wij zien die samenwerking wel degelijk in de Leidse regio. Verder hebben we een aantal ontwikkelingen waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. 1 is de vergrijzing in ons dorp. Dat betekent dat we zullen moeten bouwen voor onze senioren. Dat we onze zorg op orde moeten krijgen. Absoluut belangrijk. Verder, wat heel belangrijk is als we die vergrijzing hebben, dat we ook jongeren binnenhalen. We hebben het er net over gehad. Dat betekent dus woningen geschikt voor jonge gezinnen, voor starters. En als je verder kijkt, wat houdt nou een zelfstandige gemeente ook in de lucht? Dat zijn ook ondernemers. En daarom dat wij willen investeren in de lokale economie. Dat we willen investeren in de centra, zoals ik net ook heb gezegd. Het centrum, maar ook winkelcentrum Hofland. Want wat veel van ons vaak vergeet, is dat juist de ondernemers die zorgen voor activiteiten, voor evenementen in het centrum. Maar die zorgen ook voor banen binnen onze gemeentegrenzen. Hartstikke belangrijk. Verder voor ons belangrijk. Nou, die minuut zit er al 1,5 keer op. Oh. Hij loopt weer op, de teller. Hij loopt weer op. Nou, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Ja, dankjewel. Ja, dan gaan we, dames en heren, dan gaan we weer verder met het debat. We hebben nog 2 stellingen waarover we gaan debatteren. En we hebben nog een ronde ambachts- en baljuwhuis. En nou ja, goed, daar is het veel over gegaan de afgelopen raadsperiode. Daar gaat het nog steeds over. Eventjes een klein rondje gaan we maken. 30 seconden hebben alle partijen om te vertellen wat zij van plan zijn met het ambachts- en baljuwhuis in de Voorstraat. Even kijken. En daarna naar de ondernemers. Ik ga gewoon eventjes het rijtje af. Dus Paul de Bruin, jij krijgt als eerste 30 seconden om te vertellen wat de VVD wil met dat ambachts- en baljuwhuis. Allerbelangrijkste, dat het niet meer leeg staat. Want dat is echt een schande voor een mooie straat als dat we hebben in de Voorstraat. Wat ons betreft komt er een hele mooie invulling. Of dat nou is, of we het straks weer gaan verkopen of niet, dat moeten we nog maar zien. Als het verkocht wordt, vinden we prima. Maar ik vind het een hele interessante suggestie, en dat is eigenlijk van Bert Westra hier in de zaal, om te kijken of we bijvoorbeeld het baljuwhuis kunnen verkopen, om het ambachtsgedeelte te kunnen bekostigen en weer op te knappen en dat bijvoorbeeld voor de gemeente te houden. Oké, nou die suggestie staat opgeschreven. René Zoetemelk, CDA, wat zijn jullie plannen in 30 seconden met dat ambachts- en baljuwhuis? Nou, sowieso niet verkopen. Daar zijn we van het begin af aan tegen geweest. Daar zijn we helder in geweest. Ik denk dat het wel belangrijk is wat er ook gezegd wordt, dat het niet leeg mag blijven staan. Want het staat leeg, het gaat achteruit.
Dus het moet ook in ieder geval in de tijd dat de discussie speelt met rond de verkoop in ieder geval gebruikt worden. Dus daar moet initiatief op worden genomen. Buiten dat, als ik kijk naar bijvoorbeeld Berbice, hoe mooi dat op is geknapt door een stichting. Daar hebben ze echt heel veel subsidie binnen weten te halen. Dus misschien moeten we inderdaad ook denken aan zoiets. Geef het in handen van voorschotenaren. Laat er een activiteitsplan op komen en pak het op. Oké, niet verkopen. Kijk, een beetje verkopen voor de helft. Adriaan Andergaan, wat wil jij? Wat wil jouw partij met dat ambachtssymbool Joheus? Nou, we zijn het gelukkig over één ding eens, is dat er snel iets moet gebeuren. En als we de afgelopen 15 jaar hebben gezien, dan zijn we als gemeente niet zo'n goede eigenaar en beheerder van dat pand geweest. Zowel qua onderhoud als qua gebruik door de Voorschotense bevolking. Daarom hebben wij als D66 gezegd, wij denken dat er ondernemers zijn die veel beter dan wij dat als gemeente ooit gedaan hebben een invulling kunnen geven aan dat gebouw. Daar staan we nog steeds voor. Het gebouw moet ten dienste staan van de Voorschotense samenleving. Moet gebruikt kunnen worden door de inwoners. En een van de mooie dingen die een ondernemer wel mag en die een gemeente niet mag, is een zaal gratis ter beschikking stellen aan het dorp. En daarom blijven wij voorstander van de verkoop, als het maar wel ten dienste staat van de gemeenschap. Oké, D66, dat zijn jullie woorden. Wat zijn de woorden van PvdA, Arnold? Nou, het deed ons pijn aan het hart dat het ambachtssymboolhuis zo lang leeg heeft gestaan, of zo lang weinig eigenlijk is gebruikt. PvdA is niet principieel tegenstander van een verkoop, maar vindt het wel belangrijk die publieke functie, dat daar een goede benutting voor gaat zijn. En bij de huidige verkoop die recent bijna had plaatsgevonden, was die publieke invulling daar niet van. Dus hoe het ook zij, of er moet een goede manier worden gevonden met de gemeente en met de stichting, of het moet op een goede wijze verkocht worden en die publieke functie moet garant geven. Door naar GroenLinks, Albert Deuzeman. Voor GroenLinks is het vooral belangrijk dat het ambacht- en bouwjehuis weer een echte functie krijgt. Het mag niet zo aan te verpieteren zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. En het zou fantastisch zijn als dat in handen van de gemeente kan. Maar dan moeten we ook reëel zijn. Zo'n oplossing hebben we in de afgelopen jaren ook nog niet gezien. Daarom was GroenLinks wel voorstander, waren we wel enthousiast over het idee om een hotel van te maken en een mooie opgeknapte zaal te hebben voor publiek gebruik. Als dat uiteindelijk weer op tafel komt te liggen, kan GroenLinks ook daar goed mee leven. Dankjewel. Gaan we door naar Erik Maas, voor jou ook 30 seconden. De SP vindt dat het ambachtssymboolhuis van ons allemaal is. Dat is namelijk ook gewoon zo. En de SP vindt daarom ook dat je het niet moet verkopen. Het is waar dat de gemeente de afgelopen jaren niet goed invulling heeft gegeven aan de publieke functie. Dat heeft iedereen al gezegd. Dat is namelijk gewoon zo. Maar gemeentes zijn wel beter in het uitvoeren van publieke functies dan de hoogste bieder aan wie je het gaat verkopen. Wat de afgelopen jaren is geprobeerd. Dat moeten we niet meer doen. Daarom was de SP altijd tegen verkoop. En was de SP ook voor het stoppen met de verkoop. Door naar Voorschoten lokaal. Martine Zaun, 30 seconden. Ja, wij zijn. Het ambachtssymboolhuis is van Voorschoten en van Voorschotenaren. En dat moet het ook blijven. En over de invulling daarvan. En hoe we dat vorm gaan geven, dat willen we eigenlijk doen door middel van een referendum. En dan moeten we goed kijken hoe we dat vorm gaan geven en hoe we dat vorm kunnen geven. Maar de Voorschotenaren dienen wel een eerlijk verhaal te hebben over wat het kost om het te behouden. Wat het oplevert om het te verkopen. Maar onze voorkeur gaat uit, net zoals bij het CDA, naar stichting. Veel verschillende meningen, veel verschillende plannen hoor ik. Heel eventjes richting de zaal. Heeft iemand uit de zaal vragen aan de politici over het ambachtssymboolhuis, wat we daarmee willen? Nou, dat is mooi. Oh, toch nog een hand daar achterin. Eventjes of je jezelf kort kunt voorstellen en dan de vraag kunt stellen. Paul Bruinzeels, horecaondernemer op de Voorstraat, La Casita. Mijn collega Jos Kriek heeft volgens mij gewoon nog een huurcontract tot eind 2023. Dus hoe denken jullie daarmee om te gaan? En het is heel lastig, hij heeft gewoon huurbescherming om daarna er ook uit te krijgen. Dus al jullie plannen ten spijt, daar zou je toch rekening mee moeten houden. Ja. En dat heeft de gemeente tot nu toe echt achtergelaten. En ik hoor jullie geen van allen op een behoorlijke wijze te zeggen hoe je met de huidige huurder omgaat. Ja, dus de vraag inderdaad, wat doen we met Jos Kriek? Hij is niet in de zaal trouwens. Erik Maas wil daar wat over zeggen. Ja, we zeggen er niks over omdat we maar 30 seconden hebben en je probeert toch even, ja, je moet keuzes maken. Ik denk dat het normaal is als gemeente dat je gewoon dat huurcontract accepteert en dat je ook met de huidige huurder afspraken gaat maken hoe je verder gaat. In ons geval in eigendom van de gemeente, maar laat ik even één ding heel duidelijk zeggen. Hoe de gemeenteraad heeft gesold met meneer Kriek,
die een plan had ingediend en dat vervolgens door een meerderheid waar de SP niet bij hoorde en GroenLinks en D66 ook niet, maar een meerderheid zei nee, we gaan het toch aan de hoogste bieder verkopen, dat is heel erg niet netjes geweest. En dan... Is er nog iemand anders die daarop wil reageren, Martine? Nou ja, Paul, absoluut. We hebben het niet over Jos gehad. En wat ons betreft blijft hij zitten en kan hij nog jaren vooruit. En daar moeten we inderdaad het netjes over hebben. En dat kan ook prima als het in eigendom is van een stichting. Want vooral het monumentale gedeelte gaat daar natuurlijk over. Wat ik hier even over wil zeggen, want dan wil ik ja, het is geen debat, maar inderdaad even mijn collega van de VVD bijvallen. Want de VVD heeft vanaf het begin af aangezegd, wij willen een transparant proces. En het heeft veel te lang geduurd voordat de wethouder dat heeft ingezien. Oké, okay, ik ga nog heel eventjes naar... Mevrouw Zoon staat hier nou namens Voorschoten Lokaal of namens de VVD? Maar dan krijg ik een beetje in de war. Ik sta hier voor het eerlijke verhaal. Het is geen debat, jongens. Dit was even een open ronde vragen uit de zaal. Ik heb nog even het woord tot slot dan aan René Zoetemelken beloofd over het Ambachts en Baljuis. Eigenlijk een beetje op de vraag, wat doen we met Jos Kriek, de huurder van het pand? Nou, koop breekt geen huur. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Dus hij zolang... hij een contract heeft, zal de nieuwe eigenaar, wie het ook is, dat moeten respecteren. Oké, okay. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen uit de zaal over het Ambachts en Baljuwhuis? Kijk even rond. Oké, okay. Dan gaan we door, denk ik, richting de volgende ronde. Dank jullie wel voor deze ronde, Ambachts en Baljuwhuis. Ondernemers. Ja, het is toch het ondernemersdebat, dus hier gaan we het ook eventjes over hebben. En weer beginnen we met een kort filmpje. Sandy Monke, voorzitter van de Centrum Ondernemers hier. Wat vindt u van het ondernemersklimaat in Voorschoten? Ik denk dat het ondernemersklimaat in Voorschoten goed is. We hebben veel positieve ondernemers, veel met een eigen identiteit. En ik denk dat dat we onderscheiden van de grote steden daardoor. En veel mensen die daardoor naar ons centrum komen. Koen en Hollander, ondernemer. Hoe is het om in Voorschoten te ondernemen? Nou, op zich prima. Ik doe het ook al een hele poos met veel plezier. Het is net als in overal in Nederland wel dat het overal wel veel regeltjes zijn. Ik kan als voorbeeld wel geven het betalen voor de gebruik van de openbare grond. Als ik ergens een containertje neer wil zetten, dan zijn er een heleboel stappen voor nodig om dat formuliertje weer op de juiste plek te krijgen. En dat lijkt mij alsof daar heel veel ambtenaren heel lang mee bezig zijn. En is er dan in het centrum nog ruimte voor verbetering? De speelgoedzaak, daar staat bijvoorbeeld al heel lang te huur. Hè? Dat is vrij groot pand. Ja, splits het in wat kleinere winkeltjes op misschien. Of maak van de achterkant wonen. Ik heb geen idee, weet je wel. Verzin er wat voor. Maar doe iets. Doe iets. Want het blijft nu gewoon... te weinig en het gaat veel te langzaam. Mij lijkt het heel zinnig om wel in te blijven zetten dat er ook bedrijventerreinen, kantoren of bedrijventerreinen in en direct rond Voorschoten beschikbaar blijven. Dus niet alles proberen vol te bouwen met huizen, hoewel dat ook heel belangrijk is. Maar als we met z'n allen in hetzelfde dorp kunnen wonen en werken, dan scheelt gewoon een hoop verkeer, is een stuk duurzamer en krijg je ook een stuk meer lokale binding door. Dan hebben we ook nog eventjes, dus we hebben het filmpje als input voor het debat. Dit is de Matrix. Kunt u vast niet lezen, maar staat wel op de website van de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging heeft eigenlijk de partijprogramma's naast haar eigen wensen gelegd. En opvallend, het CDA scoort daar het best, een 8,5. SP scoort het minst, maar ook opvallend is bijvoorbeeld de VVD scoort een 7. Die zijn eigenlijk de laatste tijd achteruit gegaan, want dit doet de ondernemersvereniging bij elke verkiezingen. Goed, dat allemaal ter input voor het debat. Het debat dat gaat tussen VVD en GroenLinks. Het ondernemersklimaat in Voorschoten is niet aantrekkelijk genoeg. Dat is de stelling. En dan vraag ik even aan GroenLinks, is het niet aantrekkelijk genoeg? Ik denk dat het beter kan, maar ik denk dat het ook niet heel erg is. Dat zagen we net ook in het filmpje. Maar er zijn absoluut verbeteringen mogelijk. Er zijn verbeteringen mogelijk. Sta je er ook zo in, Paul? Zeker. We hebben een heel mooi dorp. We hebben ook echt goede USP's om te ondernemen. Maar het kan absoluut beter. Wat kan er beter, is dan de vraag. Paul, jullie willen bijvoorbeeld bij het bedrijventerrein Dobbewijk uitbreiden. Hè? Nou, één punt is, je moet wel ruimte hebben om te ondernemen. Ik zei net al, ondernemers dragen ook de samenleving, dragen ook de gemeente. Dus dat betekent dat je er wel ruimte voor moet hebben. Maar ik denk nog veel belangrijker, en dat zal iedere ondernemer hier ook beamen,
is gewoon die dienstverlening. Die dienstverlening, die moet goed, die moet beter, die moet dichter bij de mens, meer een persoonlijke relatie. En we moeten zeker minder regels creëren, absoluut. Ja, dat hoorden we ook in het filmpje. Ja. Over die bedrijventerreinen, GroenLinks, jullie willen het aantal hectare daarin gelijk houden. Hè? Daarin verschillen jullie. Ja, daarin verschillen, maar we denken wel dat het belangrijk is om die bedrijventerreinen wel te houden. Wat er daarnet gezegd werd, hè, er is altijd de neiging om te zeggen, nou bouwen we het helemaal vol met huizen. We moeten echt uit gaan kijken dat we geen slaapdorp worden. Dan is de levendigheid in het dorp weg. Ondernemers zijn ontzettend belangrijk. En we hebben in Voorschoten echt het geluk dat we een aantal hele goede ondernemers hebben. En niet alleen mensen die slim zijn, maar ook mensen die zich in willen zetten voor duurzaamheid, voor sociale zaken. Dingen waar GroenLinks ook heel erg veel belang aan hecht. Dus we moeten zorgen dat die mensen de ruimte krijgen om hun plannen uit te werken. Dus daar verschillen we eigenlijk helemaal niet zoveel van mening. Ja, maar ben je het dus niet eens met de ondernemer die zei van, ik wil graag ook huizen voor mijn werknemers. Dan kunnen ze in hetzelfde dorp wonen en werken. Ja, zeker. Daarom hebben wij als een van de speerpunten dat we moeten gaan bouwen. Maar dat gaan we dan dus niet doen op de bedrijventerreinen. Oké. Okay. Paul de Bruin? Nou ja, nog eventjes terugkomend. Wat ik zei, we hebben in de regio is er ontzettend veel vraag naar ruimte. Ook binnen onze eigen gemeente. En er zijn zelfs Voorschotense ondernemers die nu uit hun voegen aan het barsten zijn en aan het kijken zijn, oh, laat ik in Leiden gaan vestigen of misschien wel ergens anders. Dat is eeuwig zonde, want net als wat ik zeg, we hebben ze nodig ook om Voorschoten voor de toekomst sterk te houden als gemeente. Ja, maar kun je daar iets verder in gaan? Wat gaat dan de gemeente doen voor die ondernemers? In jullie partijprogramma bestaat bijvoorbeeld dat jullie een broedplaats willen voor start-ups? Ja, wij willen heel graag een broedplaats voor start-ups, maar die willen we niet zozeer op de Dobbenwijk, die zouden we het liefst in het centrum willen. En dat is een beetje het voorbeeld wat je bijvoorbeeld ook in Leiden hebt met Plant. En we hebben op dit moment ook al gesprekken met Plant. Zij willen ook graag dependances elders plaatsen. En ik denk dat het een hele mooie zou zijn om ook in Voorschoten neer te zetten. Ja. Plant naar Voorschoten, daar wordt GroenLinks een GroenLinkser blij van, of? Ja, daar wordt GroenLinks er ook op blij van. Alle bedrijvigheid die we hierheen heen halen is natuurlijk een mooie kans voor Voorschoten. Maar ik denk dat het niet zoveel te maken heeft met de ruimte, maar ook naar wat Paul de Bruin net aangaf al. Het gaat ook om die dienstverlening. En dat is een probleem dat we al veel langer hebben. En dat hebben we als GroenLinks ook in ons programma staan. Wij zijn in Voorschoten veel te lang, veel te slecht geweest in het communiceren. Niet alleen met onze ondernemers, maar ook met onze inwoners. En dit is een probleem dat we al jaren hebben. Het stond ook in ons vorige programma. We hebben een aantal keren al onderzoek laten doen. Hoe gaat het met de gemeente? En dit komt elke keer naar boven als pijnpunt. Daarom ben ik ook zo trots op het feit dat we nu eindelijk in deze periode de kogel door de kerk hebben laten gaan. En hebben gezegd, het is klaar met die samenwerking met Wassenaar. Dit werkt niet. Als wij een dorpse gemeente zijn met korte lijnen, dan moeten we ervoor zorgen dat we ook zo kunnen functioneren. En het enige wat mij al spijt, is dat wij zoveel tijd verloren zijn daaraan. En als ik nu ook de VVD opnieuw hoor zeggen van, ja, het had eigenlijk wat persoonlijk had korter gemoeten. Dan vraag ik me toch ook af, waarom is het 4 jaar geleden al niet gebeurd? Ja, waarom is het 4 jaar geleden niet gebeurd? Nou, we hebben ontzettend veel wisselingen gehad en inderdaad de opsplitsing van de werkorganisatie. Maar ik denk dat het alleen maar goed doet op dit moment. Want als ik kijk naar de afgelopen 1,5-2 jaar, hebben we eindelijk 2 vaste gezichten als bedrijvenfunctionarissen die ook ontzettend goed functioneren. Kun je ook vragen aan de verschillende ondernemers hier. Maar ja, we hebben nog meer nodig, absoluut. Tot slot, ik wil van jullie allebei nog een punt horen waarin jullie verschillen. Dus GroenLinks, waarin verschilt jouw partij met de VVD op dit gebied, het ondernemersklimaat? Op het gebied van ondernemersklimaat is het dat wij niet bij voorbaat voorstander zijn van het dereguleren. Alleen maar afschaffen van regels vinden wij een hele rare insteek. Als er regels zijn die onzinnig zijn, die niet werken, dan is het geen kwestie van dereguleren. Dan is het gewoon fatsoenlijk bestuur dat je zo'n regel aanpast of afschaft. Maar andere regels zijn er met goede reden. En daar hebben VVD en GroenLinks ook in de afgelopen periode wel strijd over gevoerd. Wat moeten we doen bijvoorbeeld met het afvoeren van hemelwater? De VVD was daar fel tegen. Wij denken dat ook ondernemers, ook projectontwikkelaars daar een verantwoordelijkheid hebben. Dus daar verschillen wij van mening. Oké, Paul de Bruin, waarin verschilt jouw partij van mening met GroenLinks? Nou, ik denk dat ik hier wel op kan reageren. Volgens de VVD zijn er nog steeds veel te veel regels. We hebben afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld ook de laddertoets in het centrum afgeschaft. En dat is een toets dat ondernemers aan ons als gemeente moeten bewijzen of er wel vraag is naar het product of de dienst die zij willen leveren. Dat is natuurlijk achterlijk. Zij zijn gewoon de ondernemer. En wij zien ook nog steeds, bijvoorbeeld in het dorp, dat er heel veel blokkades zitten. Bijvoorbeeld ook bij de welstand. Ik zeg het maar gewoon. Okay. Gaan we de vloer verbreden. Andere partijen mogen ook meedoen. En dan geef ik even eerst het woord aan het CDA. René Zoetemelk, het ondernemersklimaat is niet aantrekkelijk genoeg? Nou, dus ik denk dat het sowieso aantrekkelijker kan. Ik hoor net even dat principe van dat je moet bewijzen dat je product nodig is in het dorp.
Ja, er zijn erg veel kappers. Ik moet eerlijk zeggen, die zijn niet echt nodig. Maar het punt is wel, en als ik kijk even naar de Dobbewijk, bedrijven investeringszone, dat is ontzettend belangrijke organisatie. Die ondernemers houden elkaar vast. Die zijn de gesprekspartner van de gemeente. Zodat je ook met één partner hebt te overleggen en te onderhandelen. Het terughalen van de ambtenaar naar Voorschoten is ontzettend belangrijk. Zodat aan de voorkant veel meer contact is tussen de ambtenaar bij de beleidsontwikkeling met de ondernemers. Dat is echt ontzettend belangrijk. Het CDA was overigens altijd tegen de samenwerking met Wassenaar. Toen de tijd dat ONS en VVD daartoe besloten. Ik wijs even naar ONS. Want ONS was de voorheen D66. Landelijk ONS-site stond ONS als D66 plaatselijk partij. Dus wij waren tegen, we zijn blij dat de ambtenaren terug zijn. En we moeten nu kijken op welke gebieden we kunnen samenwerken, zodat het tempo erin blijft. En ik denk dat voor ondernemers tempo ontzettend belangrijk is. Besluitvaardigheid aan de voorkant meenemen in de overlegstructuren, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ga ik naar de SP, daarna PvdA. Het is goed dat René dat even naar voren brengt, dat niet alle partijen daar in de tijd voor waren. Toen de ambtelijke samenwerking werd ingesteld, zat de SP nog niet in de gemeenteraad. Maar wij hadden wel al een afdeling in Voorschoten. En ik kwam laatst nog Facebook-herinneringen tegen van de acties die we hadden ingesteld 10 jaar geleden. Waarbij wij ons zorgen maakten over de voorzieningen die zouden verdwijnen als gevolg van de ambtelijke samenwerking. Ik ben blij dat nu 10 jaar later de VVD dat ook inziet. Ik heb wel nog een vraag aan Paul de Bruin. Want ik hoor hem zeggen dat er meer ruimte op bedrijventerreinen moet komen. Maar meneer de Bruin, u heeft toch zelf in uw verkiezingsprogramma staan dat het bedrijventerrein Hofweg moet worden vervangen door woningbouw. Dus ze zouden minder komen. Eerst Paul de Bruin, daarna PvdA. Ja, nou ja, dat klopt. We hebben in de regio een aantal grotere bedrijventerreinen bij ons hebben we aangewezen als dat moet echt een bedrijventerrein blijven. En wat wij zien bij de Hofweg is dat veel ruimte staat leeg. De ontsluiting is ontzettend slecht. En helaas zien we er ook veel criminaliteit gebeuren. En wij weten ook van de bewoners dat die heel graag zeggen, maak daar alsjeblieft woningen van. Maar dat betekent dus wel dat we ook een stukje moeten compenseren. En daarom is het ook belangrijk dat we die Dobbewijk uitbreiden. Dus u gaat bouwen in het groen bij de Dobbewijk. En u gaat hier vertellen dat u extra bedrijventerrein wilt. Terwijl het dus eigenlijk netto gelijk moet blijven omdat het compensatie is. En helemaal niet extra, want ergens anders gaat u een bedrijventerrein weghalen. Wat is het nou? Nou, wat voor ons in ieder geval belangrijk is, uitbreiding van die Dobbewijk, en het is op zich maar een kleine strook, dat kan ons gewoon een uitkomst bieden, bijvoorbeeld ook bij het verplaatsen van het MOC-terrein. Okay. En dat is wat we ontzettend nodig hebben, maar inderdaad ook een stukje compensatie. Ja. Gaan we nu naar de PvdA, want die staat al een tijdje te wachten. Ja, dankjewel. Ik wil 2 punten maken. Het eerste punt is, daar ben ik ook heel erg met Paul eens, om te investeren in bijvoorbeeld start-ups, maar een interessante poot in Voorschoten van mensen die hier werken zijn de ZZP'ers. We hebben iets van 1400 ZZP'ers hier in Voorschoten hebben we werken. Dat zou echt wel een interessant punt kunnen zijn, wat we iets in het centrum zouden kunnen creëren, waar mensen bij elkaar kunnen komen en die gave nieuwe ideeën eigenlijk kunnen ontwikkelen. Het andere punt waar ik het niet zo met de VVD eens ben, heeft te maken met die toets waar Paul net over had. En het zit een beetje in het schuitje van de ondermijningscoördinator, waar we een tijdje geleden over gesproken hebben. Voorschoten is eigenlijk een beetje de gekke Henkie van de hele regio geweest, eigenlijk de gekke Henkie van Nederland, waarbij de afgelopen periode niet structureel gekeken is naar ondermijning. En ja. Door die coördinator dus voor de criminelen is het wel goed ondernemen. Voor dan? De criminelen is het supergoed ondernemen geweest, we weten het simpelweg gewoon helemaal niet. En om zo'n voornemen eigenlijk in te zetten, dat laat me weer zien hoe eigenlijk op het gebied van veiligheid de VVD eigenlijk veel meer laissez-faire is van laat maar gaan en we zullen het allemaal wel zien. En dat vind ik echt kwalijk. Oké, okay. We gaan toch eventjes naar vragen in de zaal of uit de zaal, want ik hoorde al wat mensen... Mag ik daarop reageren nog, lieve? Nou, vooruit, heel kort. Ja, nou, ik denk dat dit heel goed kenmerkt dat wij vertrouwen hebben in ondernemers en de PvdA niet. Oké, okay. Helder en kort, dankjewel. Dus er staat alweer iemand. Even kijken. Ja, ik zie alweer iemand staan. U heeft er zin in vanavond, de derde keer? Aan meneer de Bruin, wat vinden de bewoners van de Dobbewijk van de uitbreiding van het industrieterrein? Nou ja, goed, het is een idee, dus dat moeten we nog allemaal gaan bezien wat de inwoners willen. Ik weet, in het verleden heeft het gevoelig gelegen, maar dat was de uitbreiding met een hele gemeentewerf, ook met afvalbreng- en haalsysteem.
Dat is nu niet het geval. En het is een kleine strook waarvan als je aan de zijkant staat op het bruggetje en kijkt richting de Dobbenwijk, waar al enkele uitstulpingen zijn, dus waar al is gebouwd. Dus we willen gewoon die lijn willen we recht trekken en we willen daar zelfs ook de kans gebruiken om de infrastructuur aan te pakken, waardoor het uiteindelijk ook voor de bewoners beter wordt. Oké, ik zie nog iemand anders. Als de bewoners tegen zijn, als alle bewoners tegen zijn, dan drukt u toch uw plan door of niet? Nou, wij hebben natuurlijk meer belangen te behartigen dan alleen de bewoners daar. We behartigen de belangen van het hele dorp, maar we gaan absoluut goed luisteren. Dat is een ding dat zeker is. Ja, gaan we door naar een vraag achterin. Dankjewel. Aan de zijkant ook staat iemand met zijn vinger omhoog. De microfoon komt eraan. Ik ben Henk Overbos. Ik ben voorzitter ook van de bewonersvereniging Dobbenwijk. En ik ben heel blij met de vraag van deze mevrouw, want de bewoners die weten nog van niks. Die moeten dan gewoon ook de verkiezingsballon die wordt opgelaten uit de krant lezen. Maar ik wil wel gezegd hebben dat die strook waar wethouder De Bruin of lijsttrekker De Bruin nu over spreekt, dat het een onderdeel is van de Papenwegse polder. En die polder die heeft een hele lange geschiedenis. Van een heleboel jaren geleden hebben heel veel mensen heel veel jaren strijd gevoerd om tegen te gaan dat daar de Leidse baan werd aangelegd. Ook om tegen te gaan dat daar woningbouw gepleegd wordt. Dus het is buitengewoon inconsequent om aan de ene kant ook een bedrijventerrein dat bestaat op te heffen en aan de andere kant een heel gevaarlijk precedent te scheppen. Want we praten met elkaar ook over de noodzaak van woningbouw. En ook in het verleden heeft de provincie en ook de gemeente Leiden gekeken naar die polder. Dus mijn vraag is ook, wil de VVD, terwijl dat niet in hun programma staat, toch bouwen in het buitengebied? Nou, dat lijkt me een heldere vraag. Willen jullie bouwen in het buitengebied? Nee, wij willen verder niet bouwen in het buitengebied. Behalve het stukje wat ik net zeg in het Dobbenwijk. Maar het is dus een klein strookje waar al grotendeels gebouwd is. Wij willen de rest van de polder helemaal ongemoeid laten. Okay. Maar misschien moet ik toch ook even, want u moet ook wel even vermelden dat u zelf ook van de PvdA bent. Dat is denk ik eventjes belangrijk om ook te noemen. En nou goed, laten we daarmee even bijhouden. Dat was hem, oké. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Dan sluit ik dit onderwerp voor nu. Gaan we door naar de volgende pitch. Dat is een pitch van de SP, Erik Maassen. Ja, zullen we dat doen? Erik Maassen, de verhalen vertellen. Ik ben benieuwd. 1 minuut. Ja, nu maak je de druk wel erg hoog, hè? Het moet anders en eerlijker in Voorschoten. Dat merk je bijvoorbeeld als je het hebt over burgerparticipatie. Dat gaat gewoon niet goed in Voorschoten. Daarom wil de SP heel graag een referendum instellen in Voorschoten. Zodat we altijd aan u kunnen vragen of een plan wel door moet gaan. Het moet anders en eerlijker in Voorschoten. En daarom wil de SP 800 woningen bouwen, waarvan minimaal 50% sociaal. Want dat is de afgelopen jaren echt niet goed gegaan. Het moet anders en eerlijker in Voorschoten. Maar als je wil dat het anders gaat, moet je natuurlijk niet hetzelfde bestuur houden. Dan moeten er ook andere mensen komen te zitten. En er is één partij, de VVD, geweest die de afgelopen jaren heel lang in het bestuur heeft gezeten. Mark Twain zei ooit, politici zijn net liars. Je moet ze regelmatig vervangen en om dezelfde reden. En dat is wat er hier ook moet gaan gebeuren. En daarom zegt de SP, het is echt nodig... dat er een andere partij aan de macht komt. En daarom gaan wij niet in een coalitie met de VVD. Oké. Dankjewel, punt is helder. SP. Nog een pitch. PvdA. 1 minuut. Grijp dat dit een pleidooi is voor nieuwkomers, Erik, of niet? Is dat een pleidooi voor nieuwkomers, of niet? Arnold, als dit onderdeel is, ja, je minuut loopt al. Oh, nou, ja, je krijgt toch nog 5 seconden bij. Oh, nu loopt hij wel. Ja.
Op 16 maart is de keuze aan u. U mag kiezen eigenlijk in wat voor dorp u wilt wonen. U kiest niet alleen voor uzelf, u kiest ook voor uw gezinsleden, uw buren en medebewoners. Dat is een belangrijke keuze. De PvdA heeft zijn keuze gemaakt. Wij kiezen voor een Voorschoten dat van ons allemaal is. Voor een Voorschoten dat kiest voor betaalbare woningen. Voor een Voorschoten dat kiest voor investeringen in verenigingen. Voor ons allemaal. Een Voorschoten dat veilig moet zijn. Voor ons allemaal. Een Voorschoten dat een duurzame energietransitie moet ondergaan. Voor ons allemaal. Dat doen we om een solidarische samenleving te creëren. Om die solidarische samenleving te kunnen creëren, zijn daar mensen voor nodig. Wij moeten dat samen met z'n allen moeten we dat gaan doen. We moeten die verbindingen maken als gemeente zijnde. Die verbinding zorgt ervoor dat we elkaar leren kennen. Dat we elkaar kunnen inleven. Dat we elkaar beter aanvoelen. Waarom is dat zo belangrijk? Joop den Uyl zei ooit van, als je dat niet doet... Maak er een eind aan. Oh jee. aan Joop den Uyl. Als je dat niet doet... Als het niet doet, dan zal het niet alleen de samenleving breken, het zal ons breken. En daarom, stem voor een Voorschoten wat van ons allemaal is, stem Partij van de Arbeid op 16 maart. Okay, dankjewel, je zat in de bonusseconde al. Zo. Gaan we snel door naar de volgende stelling. We lopen ietsjes uit. Maar dit is de slotstelling, het laatste onderwerp waar we het over gaan hebben. Gemeentelijke samenwerking. Ja, klopt. En ook daarbij hebben we weer een filmpje om dat te introduceren. Kan de gemeente zelfstandig blijven? Ik denk dat wel, ja. En dat vindt u ook belangrijk? Zeker, anders worden we opgeslokt door een andere gemeente, misschien een grotere gemeente. Dan wel dat het organisatorisch altijd lastiger wordt, denk ik, als je met één of twee of drie gemeenten samengaat. We hebben echt een dorpskarakter en dat moeten we wel zo houden. En dat is prima. Ik denk het wel. Zeker als er meer inwoners bij komen, zou dat goed kunnen. Ja, zeker. En vindt u dat belangrijk, zelfstandig blijven? Ja, ik denk het wel, dat belangrijk is voor een dorp. Ja. Vind ik heel lastig. Ik kom oorspronkelijk uit Hillegom en die zijn samen met een aantal andere gemeenten gegaan. Natuurlijk met name vanuit economisch oogpunt, omdat het gewoon natuurlijk heel veel kosten bespaart. Dus dat heeft zeker zijn voordelen. Aan de andere kant... je wil natuurlijk wel dat Voorschoten zijn karakter behoudt. En het is altijd maar de vraag, als je samengaat met een veel grotere gemeente, of dat dan ook zo blijft. Maar dat vind ik een hele interessante discussie waar ik het antwoord echt niet op heb. Nou, hopelijk hebben de heren politici daar het antwoord wel op. D66 en het CDA debatteren over de laatste stelling. Het is onvermijdelijk dat de gemeente Voorschoten op termijn fuseert met andere gemeenten in de regio. Daar gaan jouw haren, CDA René Zoetemelk, denk ik van overeind staan. Bijna vanzelfsprekend. Nee, ik denk dat de twee partijen tegenover elkaar staan die het meest uiteenlopen op dit onderwerp. Wij zijn echt superieur voor zelfstandigheid. We zeggen dat je sowieso in jezelf moet geloven, wil je ook een organisatie aan kunnen sturen. En ik hoorde gisteren in Leiden Dorp ook de discussie. In Leiden Dorp hebben ze ook nu heel duidelijk gezegd, we gaan voor zelfstandigheid. Alleen D66 hield een slag om de arm, eigenlijk precies wat er staat. Ja. In de stelling, het is op termijn onvermijdelijk, hè, zeggen ze in feite in de volle breedte in de Leidse regio. De besturen van D66 zijn ook al samengegaan in de Leidse regio. Nou, ik had kort geleden even een aanvaring met de voorzitter van het CDA Leiden. Hè, dat heb ik nog even meegekregen. Oh, waarom? Omdat hij zei, omdat in het verkiezingsprogramma staat dat ze op zich wel voor fusie zijn. Maar dat het wel van onderaf moet komen. Dat de gemeenten waar het om gaan het wel mee eens moeten zijn. Maar ik heb hem toch even gebeld. We zijn als CDA helemaal aparte kernen. We zijn apart. We zijn dus inderdaad gewoon aparte besturen, aparte fracties. En we kunnen met elkaar in discussie. Dus ik heb even heel duidelijk verteld dat Voorschoten er niet van gediend is. En de andere gemeenten zijn dat ook niet. Oké. Adriaan Andriaan, D66. Ja, we zijn het minder oneens dan je zou denken. Laat één ding duidelijk zijn. Onvermijdelijk is helemaal niets. We maken zelf onze eigen keuzes. En wij moeten zelf bepalen hoe we onze eigen gemeente vormgeven. En ik ben heel blij dat je verwees naar het feit dat we gezamenlijke afdeling vormen als D66-afdelingen in de regio. Ik heb namelijk exact diezelfde aanvaring ook gehad met mijn collega raadslid in Leiden. Die inderdaad ook van bovenhand wilde roepen dat er overgenomen moest worden. En dat was ook ik niet met hem eens. Dus gelukkig, ook in die samenwerking kunnen wij nog heel goed onze eigen standpunt innemen.
Wat voor mij en wat voor D66 veel belangrijker is, is de vraag hoe organiseren we voor onze inwoners onze voorzieningen? Hoe zorgen we dat we cultuur, dat we onderwijs, dat we woningbouw, dat we duurzaamheid, dat we al die voorzieningen op peil hebben in ons dorp? Dat is wat het belangrijkste is. En onze ambtelijke organisatie moet daaraan ondergeschikt zijn. Dat is de reden dat D66 vol overtuiging in de afgelopen periode ervoor heeft gekozen om die ambtelijke samenwerking met Wassenaar uit elkaar te trekken, omdat die niet goed werkte voor de inwoners van Voorschoten. Wij zeggen, welke gemeentenaam er op het plaatsnaambordje staat, is niet het doel op zich. Ik zeg, wij kiezen als D66 voor zelfstandigheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat we met onze eigen ambtelijke organisatie al die voorzieningen kunnen bieden. Maar we moeten ook realistisch zijn en zeggen, de afgelopen 10 jaar zijn we daar veel te slecht in geslagen, hebben we dat veel te slecht voor elkaar gekregen. En als het ook met die zelfstandige organisatie een keer niet lukt, dan moet alles bespreekbaar zijn. Want wij verkiezen niet zelfstandigheid boven een dorp met goede voorzieningen voor de inwoners, met woningen, et cetera. Maar wij kiezen vol overtuiging voor die zelfstandige organisatie die wij deze periode op poten hebben gezet voor de inwoners en ondernemers uit ons dorp. Ja, ik denk als je al aan de voorkant kiest en zegt van nou, als we straks geen voorzieningen meer hebben. Ik denk dat als je fuseert met de gemeentes Leiden, dat je voorzieningen sowieso weg zijn. Dat je gemeente vol wordt gebouwd. Dat ook, ik kijk even naar de Rijnlandroute, dat wordt er heel vaak als voorbeeld gegeven. Als wij een buitenwijk van Leiden waren geweest, hadden we een weg dwars door ons dorp gekregen. In de Stevensoffers hebben ze enorm moeten knokken. De Stevensoffers oud Voorschoot hebben ze enorm moeten knokken om die weg enigszins goed ingepast te krijgen. Mijn schoonfamilie komt van de Rijndijk. En die hebben nog steeds hier een huisarts bijvoorbeeld. Die hebben hier nog steeds, die voelen zich nog steeds verbonden met Voorschoten. Dus het is zo ontzettend belangrijk. Als ik hier ook ons op een rijtje zie staan, hè, we hebben het hier over onze gemeente. We zijn hier lijsttrekkers. We kunnen hier lijsttrekkers zijn. U kunt direct aan ons vragen stellen. We hebben een eigen burgemeester. Ja, maar dat kan ook. Als je gefuseerd bent, organiseren we nog steeds dit debat. Dan staan hier wel andere lijsttrekkers. En dan staat er misschien wel een lokaal Voorschoten, maar die wordt ondergesneeuwd in het grote Leiden. Oké, Adrien Andriaan? Ja, maar dit is het interessante, hè, want dit is eigenlijk wat René en wat het CDA altijd doet. Want die komen meteen met dat schrikbeeld, hè. We moeten zelfs dat, want als we dat niet doen, dan worden we meteen helemaal opgeschrokken. En dan hebben we meteen nergens meer iets voor te zeggen. En dan zijn we alleen maar bezig met dat angstbeeld. En het interessante is, vanuit dat angstbeeld hebben wij als Voorschoten er ooit voor gekozen om die samenwerking met Wassenaar aan te gaan. Wassenaar was als de dood voor Den Haag. Voorschoten was als de dood voor Leiden. Laten we dan maar uit dat angstbeeld met elkaar die ambtelijke organisatie opzetten. En wij zeggen als D66, daar moeten we niet mee bezig zijn. We moeten niet zo bang zijn voor Leiden. We moeten als Voorschoten ervoor kiezen om onze eigen faciliteiten, onze eigen voorzieningen, onze eigen woningen voor onszelf te organiseren in de samenwerking in die Leidse regio. Daar hebben we de afgelopen 4 jaar resultaten op gehaald. We hebben die transitie veel meer gemaakt en daar ben ik heel blij om. Dus ik word niet zo geregeerd door die angst waar René zo bang voor is. En in die wetenschap zeg ik, als wij gewoon durven kiezen en keuzes durven maken over het beleid, dan heb ik volste vertrouwen in de zelfstandigheid van ons mooie dorp. Nou, ik denk dat het helder is. Ik bedoel, wij zijn gewoon echt onvoorwaardelijk voor zelfstandigheid. Op welke manier dan ook. En ik denk dat je eerder je faciliteiten in stand houdt. En dus inderdaad, daarvoor zorgt dat je dus inderdaad ook hier 7 mensen hebt staan die voor hun eigen dorp praten. Een ander punt is, wat ook heel belangrijk is, is als je een sterke zelfstandige gemeente bent, kun je ook met trots in die regio een vuist vormen. En dan kun je ook inderdaad zaken brengen en zaken halen. Ik zeg bewust zaken brengen. Als je een sterke gemeente bent, kun je ook wat betekenen in die regio. En dan kun je ook de zaak beïnvloeden. Dus het heeft niets te maken met angst. Het heeft te maken met trots. En ik ben trots op mijn gemeente. En ik vind gewoon dat we vanuit die trots een sterke gemeente moeten creëren. Met een sterke ambtelijke organisatie die sterk staat in de regio. Oké, allebei nog. Ja? Nog een minuutje, allebei nog 1 slot. Ja, René zei iets interessants. Hij zei onvoorwaardelijk. En dat is eigenlijk het enige verschil tussen ons. Want ik stel een voorwaarde. En die voorwaarde is dat ik vertrouwen wil blijven houden dat we al die grote uitdagingen die op ons afkomen, waarvan we nu ook al erkennen, dat we die als het gaat om woningbouw, als het gaat om verduurzaming, als het gaat om verkeer en vervoer, als het gaat om sociaal domein, al die grote opgaven waar wij voor staan, dat we die ook blijven aankunnen. Want voor mij is wel een voorwaarde dat we daadwerkelijk die dingen kunnen organiseren voor onze inwoners die we nodig hebben. En als wij straks zeggen, we zijn zelfstandig, maar we gaan niet meer over onze eigen woningbouw en we gaan niet meer over onze eigen duurzaamheid en we gaan niet meer over ons eigen sociaal domein. En we gaan niet meer onze eigen openbaar vervoer. Want we moeten al die taken moeten we allemaal in de regio beleggen. Want we kunnen het als Voorschoten niet aan. Dan zou ik zeggen, dan is daar een voorwaarde wat mij betreft geschonden. Ik heb het vertrouwen. Dat vertrouwen delen wij. Maar ik kan nooit zeggen dat je
onvoorwaardelijk een keuze maakt, want dan betekent het per definitie dat je voorbij gaat aan het belang van je eigen inwoners. Oké, en het laatste woord is... Het laatste woord voor René Zoetemelk. Nou, ik denk, als ik het partijprogramma lees van D66, daarin staat dat we ons de komende 4 jaar moeten bewijzen. Dan zet je een enorme druk op de organisatie, terwijl je ook vanuit trots en vanuit een kracht kan werken om de organisatie op poten te zetten en een sterke organisatie te maken. Helder. Dankjewel allebei. We gaan de vloer verbreden. Martine Zuin, Voorschoten Lokaal. Ja, nou, het zal je niet verbazen, Voorschoten Lokaal, tot wij echt voor een zelfstandig Voorschoten zijn. Ja, leg eens uit waarom. Maar we, daar zijn, nou ja, ik wil even inhaken op wat er net gezegd wordt. Op de heer Anneringa, wij zijn er zelf bij als gemeente. En dat heeft u zelf ook nog een keer beaamd in, ik geloof, de laatste raadsvergadering. Tot als we zo met elkaar omgaan, tot we net zo goed de sleutels bij Leiden neer kunnen leggen. Het drama van D66, als ze hun zin niet krijgen, dan zijn ze al gefuseerd. Maar wij moeten onze eigen keuzes maken met investering en niet aan nutteloze dingen uitgeven, zoals onderzoeken naar zonnevelden, waarvan we toch al weten dat we ze niet kunnen realiseren in Voorschoten. Ja, of meer dan 500.000 uitgeven aan de zwarte bakken met chips. Nog heel eventjes, wat is je punt richting D66? Even kort. Nou, dat wij zelfstandig willen blijven. Oké, helder. Nou, ja. Ja, nou, dat vind ik grappig, want volgens mij is er maar één partij op dit podium die, en ik citeer, die zegt: in het geval van Voorschoten ligt een fusie tot een grote Leidse regio voor de hand. Dat is Voorschoten Lokaal. Er is maar één partij van deze 7 die in zijn verkiezingsprogramma expliciet die deur openzet. Dus Martine kan hier een grote broek aantrekken, maar dat is niet waar. Nou, als u zegt op welke pagina dat staat, dan wil ik dat graag nog een keer zien. Zal ik het hele stukje over zelfstandigheid in de regio voorlezen? Het wordt allemaal te staat gek. Misschien moet je je verkiezingsprogramma lezen, Martine. Oké, nou dat kan iedereen ook thuis in de zaal nog eventjes checken of dat zo zit. We gaan toch eventjes door. 2 mensen met een handje, dan hebben we gezegd, SP krijgt voorrang. De SP is wel voor een zelfstandig Voorschoten. En dat zijn we ook altijd geweest. De SP vindt namelijk dat je dingen zo dicht mogelijk bij de mensen moet organiseren. Dat vinden we in Voorschoten, dat vinden we overal met de mensen en voor de mensen. En dat moet je dus niet ver weg doen. Daarom was de SP ook tegen de ambtelijke fusie met Wassenaar. En was ik het samen met toen nog GroenLinks-leider Monique Lamers, dat wij met een op een gegeven moment hebben gezegd, en nou is het afgelopen met die ambtelijke samenwerking. Nu gaan we daar echt iets tegen doen. We hebben samen een open brief geschreven die ontzettend veel reuring heeft veroorzaakt, waarmee eigenlijk het hele proces van het nadenken over stoppen met die ambtelijke samenwerking is begonnen. Ja, dat was hem. Dat was hem inderdaad. Ja, dat mag wel. Ik kan er wel doorgaan als je wil, hoor. Dan gaan we nog heel even naar PvdA. Mag ook. Ja, dankjewel. Wij willen graag dat deze ambtelijke organisatie op deze voet verder gaat. Maar dan willen we wel ook dat er geïnvesteerd wordt in die ambtelijke organisatie. Want wat we de afgelopen periode hebben gezien van bewoners die het laatste antwoord krijgen op zaken. Cultuur die heel veel koffie drinkt, maar eigenlijk ziet dat er niet nieuwe stappen worden gezet. De verenigingen die achterblijven. Er is constant het gevoel dat het allemaal niet snel genoeg gaat. En ook een van de ondernemers riep het ook in de film. Doe iets, gemeente. Nou, doe iets. Dat kan alleen maar als er ook capaciteit is om dingen te gaan doen. En voor een deel heeft het nu te maken met het moeilijke het aanbod aan arbeid natuurlijk. Maar voor een ook deel heeft het te maken van dat je echt moet investeren. Dat je echt weg van die mensen die ingehuurd worden, maar echt vaste banen maken en zorgen dat mensen dedicated hier blijven en dat er geïnvesteerd wordt in deze gemeente. Oké, helder. Paul de Bruin nog even. Ja, in ons verkiezingsprogramma staat 100% zeker dat we voor zelfstandigheid zijn. Laat me dat duidelijk zijn. Maar we zullen wel een goede balans moeten vinden in wat de heer Mazen zegt. Dat vind ik heel terecht. We moeten zoveel mogelijk ook persoonlijk contact houden met onze inwoners, met onze ondernemers. Maar we moeten wel slim samenwerken in de regio voor zaken waar we het niet meer zelf kunnen. Slim samenwerken, nou dan is het slot voor GroenLinks, Albert Deuzeman. Ja, ik vond het leuk dat Erik Maas net verwees inderdaad naar het stuk dat samen met Monique Lamers in de tijd geschreven is. Wat we daar al concludeerden, is dat het eigenlijk een valse tweedeling is. Het is niet de keuze tussen willen we zelfstandig blijven of gaan we bij de Leidse regio. Als wij ons niet beter oriënteren op de Leidse regio, dan gaan wij niet zelfstandig blijven. Want een gemeente die niet functioneert, daar hebben wij op een gegeven moment zelf het woord niet meer over. Dus wat wij moeten doen is ophouden met bang te zijn voor die fusie, openstaan voor de Leidse regio, open die samenwerking aangaan en dan kan Voorschoten van zelfstandig blijven. Oké, dank jullie wel voor deze ronde. Gaan we nog even naar de zaal. Hebben mensen uit de zaal daar vragen over? Ja, graag eventjes voorstellen ook. René Hooijdonk. Ik heb bij verschillende gemeenten geadviseerd over ambtelijke samenwerking en over bestuurlijke zelfstandigheid. Ik denk dat die bestuurlijke zelfstandigheid ontzettend essentieel is.
Maar dat het ook heel erg belangrijk is om de ambtelijke samenwerking zo te laten lopen dat dat ook echt toegevoegde waarde heeft. Want op dit moment zie ik gewoon te vaak dat er te weinig continuïteit en kwaliteit is in de organisatie om al die complexe zaken te kunnen doen waar het nu over gaat. Ja. De vraag is dan, hoe kunnen wij op een eenduidige en inzichtelijke manier die samenwerking met andere gemeenten zo gaan doen dat dat een grote toegevoegde waarde heeft voor de burgers van Voorschoten. Oké, hoe kunnen we de samenwerking van toegevoegde waarde laten zijn? Erik Maassen? Ja, ik denk dat het goed is om samen te werken. Ik denk ook, hè, je wil als zelfstandige gemeente in die Leidse regio werken. Je moet denk ik heel duidelijk gaan maken in welke regio je zit. Dat ziet je op dit moment niet. Even als voorbeeld, mijn dochter heeft jeugdzorg. Dat zit in Haaglanden, maar dan moet ze in Leiden weer behandeld worden. En dan raken die hulpverleners die raken in de war, want de regels in Haaglanden zijn wel anders dan in Leiden. Dat soort dingen moeten we gewoon vanaf. We moeten in één regio werken, niet in verschillende. Wat ook heel belangrijk is, en dat vind ik echt essentieel, is dat je bij die gemeentelijke samenwerkingen heel vaak allerlei besluiten achter de deuren worden genomen. Echt hele belangrijke besluiten die worden genomen door de wethouders van Holland-Rijnland. Daar zit geen pers bij, daar zitten geen gekozen gemeenteraadsleden bij. Die besluiten worden wel genomen. De SP vindt het ontzettend belangrijk dat als je gaat samenwerken in de regio, dat er dan ook een hele goede democratische controle bij komt. Ik heb daar niet een blauwdruk voor, maar dat is wel een belangrijke voorwaarde voor elke samenwerking. Goede democratische controle waar je kan zien wie de besluiten neemt en waarom. Oké, dankjewel. Nog iemand anders een vraag uit de zaal? Dan kunnen we hier nog even op reageren, want volgens mij wilde Adriaan Andriga ook nog eventjes, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En dat is precies wat deze discussie zo moeilijk maakt. Je komt heel vaak in een soort van bijna bestuurskundige theoretische discussie uit. Ambtelijke samenwerking is heel waardevol, maar we hebben ook gezien hoe verder je ambtelijke organisatie hebt staan van je gemeenteraad en je college van BMW, hoe moeilijker het is om zelf invloed te hebben op de besluiten die je neemt. Dus we kunnen wel zeggen, we gaan al die taken in de regio in samenwerking beleggen, want we willen bestuurlijk zelfstandig zijn, maar dan heb je uiteindelijk als gemeente bestuur niets meer over je eigen gemeente te beleggen. En dat is wel echt een punt van zorg waar we altijd op moeten blijven letten. Dus ik ben het overigens helemaal eens met Erik. De transitie die we de afgelopen jaren hebben gemaakt van focus op één regio, zeker bij het sociaal domein, is een ontzettend belangrijke. Daar moeten we nog een enorme slag maken. Maar die democratische controle organiseren blijft hier in een uitdaging. En daar lopen overigens alle gemeenten in Nederland tegenaan. Oké, dankjewel. Tot zover. Geen vraag meer uit de zaal. Ook niet naar aanleiding van dit? Nee. Dan gaan we naar de laatste pitch en dan zit het er alweer op bijna. We hebben nog Voorschoten Lokaal die 1 minuut de vloer krijgt. Martine Zaun, het woord is aan jou. Ja, dankjewel. Ik ben Martine Zaun. Ik ben 30 jaar en ik sta hier voor Voorschoten Lokaal. Wij zijn een partij die het samen met inwoners en ondernemers wil doen. Wij willen de kracht en de kennis uit de samenleving halen. En een van die voorbeelden daarvan, het CDA heeft hem heel even aangehaald, is de BIS. Wij hebben het staan als ondernemersfonds voor het centrum. Maar wij denken dat de ondernemers zelf beter daarover kunnen oordelen dan dat er constant, totdat ze constant naar de gemeente moeten. Daarnaast zijn wij er echt op tegen dat er zomaar dingen worden geroepen. En dat is wat we hebben gezien in het verkiezingsprogramma van de D66 en de VVD. Dat ze roepen van met plannen, maar ga nou eerst praten. De ideeën zijn prima, maar ga eerst praten met inwoners, met ondernemers, voordat we een beleid gaan maken. En nu is het in heel veel gevallen zo, we maken een beleid en dan vragen we ook een keer aan de inwoners, wat vinden jullie daarvan? Nou, dat moet echt anders en daarnaast moet het gewoon het gezonde verstand terug in Voorschoten. Niet een lantaarnpaal naast een lantaarnpaal plaatsen, maar me gewoon opknappen. En niet meer dan 7 ton uitgeven aan zwarte bakken met een chip, terwijl de huidige gewoon nog goed zijn. Het plaatsen van de bamboeborden, nou noem maar op, de afgelopen investeringen die de afgelopen 4 jaar zijn gebeurd, gewoon zonde. Dit had naar de kunst, cultuur en naar het centrum kunnen gaan. Dankjewel, Martine. Zo, dan zit het debat erop. Wil ik graag jullie allemaal uit de zaal bedanken voor jullie komst, voor jullie goede input, voor jullie goede vragen. En natuurlijk de politici, geef ze nog 1 keer een hartelijk applaus.
Ja, ik wil ook graag iedereen danken voor alle input. We hebben ontzettend veel mooie plannen gehoord. Nou ben ik zelf nog niet zo lang voorzitter van de ondernemersvereniging, maar ik zou wel alle politici op willen roepen om vooral actie en besluitvorming te tonen in de komende 4 jaar. Want dat heb ik in mijn afgelopen periode toch een klein beetje wel gemist. Maar de plannen zijn goed, dus ik hoop het. Ik wil Liewe bedanken en ongelooflijk veel complimenten hoe je deze avond geleid hebt. Echt heel erg goed. Dankjewel. Dankjewel.